Mag ik de jam even, darling? Jij hebt al kaas. Ja, en daar heb ik jam op. Kaas en jam? Oh, ik dacht dat jullie veel kaas aten bij het ontbijt hier in Holland. Ja, maar niet met jam. Jullie Amerikanen, wat een smaak. Nou, schiet er maar liever op. Is er nog cola? Cola? Bertje, cola, kaas en jam. Nee, rauwe haring met ui, dat is lekker. Schrijf je wel eens een spijker in cola gelegd? Een spijker in je cola leggen? Dat is echt Hollands. Wij drinken cola. Riep u, meneer Paul? Ja, nog een cola graag. Cola. Ja, dat hoor je toch? Cola. Ik schrok even, ik dacht dat u zei cola. Dat zei ik ook. Cola. Coca-Cola voor het ontbijt. Coca-Cola voor het ontbijt. Warm of koud? Warm of koud. Ja, doe nou, Bertje. Mary Lou moet zo weg. Weet u, straks mis ik mijn vliegtuig nog. Even snel een colaatje uit de ijskast. Dus toch koud, dat zei ik toch. Koude cola. Coca-Cola, dat is toch geen doel? Drink je wel eens warme cola? Ach wel, nee, dat zegt dat mens alleen maar om het te jennen. Heeft ze de pest aan mij? Wel, nee. Toch moet ze me niet. Ze bedoelt het niet zo. We moesten er eigenlijk maar ontslaan. Ontslaan? Ik dank God dat ik er heb. Ach, ze heeft gewoon een rotbui en ze is een beetje verbaasd over jouw eetgewoonte. Hoe laat is het? Over 10:30. Ik zou maar opschieten als ik jou was. Zo direct sta je in een file. Kom je te laat op Schiphol? Oh, ik haal het makkelijk. Ik kom hier zo slecht weg, weet je. Met die landelijke rust hier en straks weer de jetter in New York. Ik kom hier helemaal bij. Nou, voor mij hoef je niet weg, honey. Dat weet je ook wel. Ik heb je vliegroosters niet gemaakt. Wat doe je allemaal als ik er niet ben, Paul? Zo 's avonds bedoel ik. Oh, niets. Beetje tv kijken, vroeg naar bed. Trouwens, wat moet ik in de stad? Krijg je nooit eens iemand op bezoek? Bezoek? Ik? Nee, schat. Zo buiten, dat is bijna voor iedereen te ver weg. Nou, en ik ben blij toe, want ik ben heel erg op mijn rust. Landelijk type, weet je wel. Met de kippen op stok. Met de kippen op stok? Ja, dat is een Hollands uitdrukking. Met de kippen naar bed. Met de kippen naar bed. Heb jij kippen? Nee. In cola. Ja, dankjewel, Bertie. Nog iets anders? Koffie graag. Koffie. U ook? Nee, dank je. Gelukkig maar. Zie je wel dat ze vervelend doet? Oh, ze bedoelt het niet zo kwaad. Come on, zoals ze dat zegt. Gelukkig maar. I mean, het is zo kort af, zo knorrig. Als ik net hier ben, dan valt het wel mee. Maar tegen de tijd dat ik weer weg ga, dan wordt het altijd steeds erger. Is ze anti-Amerikaans of zo? Ze vindt het natuurlijk vervelend dat jij weer weggaat. Misschien is ze wel gewoon jaloers omdat ik je verloofde ben. Wie weet. Het zou natuurlijk heel anders zijn als ik hier gewoon voor altijd was, niet, Paul? Dat zou inderdaad heel anders zijn voor iedereen hier. Kleed me vlug aan, anders mis ik hem echt. Dat stel je voor. Oh, dat is ontzettend. Ontzettend! Trouwens, wanneer kom je weer terug? Nou, het is vandaag zaterdag, dus we arriveren 16:30 New York. Dan zal ik wel gelijk door moeten naar Washington. Laat het maar even. Oké, maar laten we zeggen wanneer. Maandag, darling. Maandag op zijn laatst ben ik hier terug en dan moet ik woensdagavond weer weg. Mooi zo, maandag zei je, hè? Hoe laat? Tegen 11. Oh, met de 102. Dus of je nou doorgaat naar Washington of niet, de 102 in ieder geval. In ieder geval, ja. Mooi, mooi, mooi. Waarom zoek je het allemaal op? Nou, om zeker te weten dat ik me niet vergis. Niet vergis? Ja, om rekening te houden met andere afspraken. Om zeker te weten dat ik hier ben van maandag tot woensdag als jij komt. Want ik heb toch ook mijn werk. Wat ben je fantastisch. Oh, dat weet ik toch. Ik heb eigenlijk altijd de stille wens gehad om ooit eens een miljonair te trouwen. Naar mijn geniale pot. Dat ik erin strik, blijf ik maar bij jou. Leuk land, Nederland, als je een miljonair zoekt. Nou, schatje, schiet er maar op. Anders mis je me echt. Je wilt me gewoon weg hebben. Ja, hoe kom je daar nou bij? Maar met jou vliegt de tijd, maar je vliegtuig intussen ook. Maar dan zonder jou. Hier is de koffie. Dank je, Bertje. Oh, Bertie. Heerlijk dat jij zo goed op meneer past. Ja, hoewel ik hier ben aangenomen als huishoudster en niet als babysit. Maar alle mannen zijn toch kinderen, Bertie? Ja, Amerikaanse mannen misschien. En jij bent een volwassen kind. Hé, Bertie. Meneer doet wel zijn best. Zijn best, Bertie? Als ik hem zo bezig zie, dan maakt meneer op mij wel een redelijk volwassen indruk. Een echte grote jongen. Ja, zo is het wel goed, Bertie. Mevrouw Mary Lou vraagt me wat en daar geef ik antwoord op. En ik zeg dus alleen maar dat ik meneer tot op zekere hoogte volwassen vind. Ja, dankjewel, Bertie. Zo is het wel goed. En laat die kussens. Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen dat het hier niet dat soort inrichting is? Maar darling, je ziet er goed geks op, Jis. Ja. Gek ben ik, dat is waar. Dat mag je wel zeggen. Als je zo doet als ik, moet je wel gek zijn op meneer, hè meneer? Als je maar niet te gek op hem wordt. Straks word je nog verliefd op Paul. En dan krijg je met mij aan de stok. Ik ben heel jaloers. Verliefd? Nee, zo gek ben ik nou ook weer niet. Blij toe. Ik ga me aankleden, hangen. Ja, je denkt wel aan je tijd. Wat dacht jij voor vanmiddag klaar te maken, Bertje? Is Amerika dan weggevlogen? Ja, nou?
Gewoon het oude liedje. Ik wacht af. Meneer heeft de vluchtschema's en de menu's veranderen met de vluchtschema's. Ja. Word gek van die veranderingen. Kan het niet meer bijhouden. Hoe je dat allemaal uit elkaar houdt. Maar voor mij is het hoe dan ook geen doen. Ja, hou nou eens op met dat eindeloos te herhalen. Ik weet wel dat het voor jou weer geen doen is, maar... Maar vanmiddag om 12:30 komt Chantal. Frankrijk? Ja, natuurlijk. Nou goed, wat moet ik klaarmaken? Oh, dat weet ik niet. Zie zelf maar. Och, juffrouw Chantal mag ik wel. Wat zou meneer denken van een lekkere ratatouille niçoise? Dat hebben we vorige week al gehad. Logisch, ze was hier vorige week ook. En toen zei ze nog tegen me... Bertje, wat maak jij een lekkere ratatouille niçoise? Wat doe je er allemaal in? Al goed, al goed. Ik... Doe maar. En voor vanavond? Vanavond? Zal ik slakken maken met sla en zo? Uitstekend, vanavond slakken. Goed idee. Met stokbrood en sla? Nee, zeg. Geen sla? Nee. En daar houd je zo van sla? Niks te sla. Niks te slakken. Vanavond is Chantal alweer weg. Vanavond hebben we Ninochka. Hier zaten wij bijna goed fout, Bertje. Dus gewoon weer stroganoff. Ja. Wat zou u denken van een Russisch eitje? Dat is een hele oude grap, Bertje. En ik neem wel borst uit blik. Makkelijk en voedzaam. Klopt allemaal prachtig, inderdaad. Gaat de klok in de slaapkamer goed, schat? Nou, dat weet ik niet, maar het is bijna 11:00. Oh, dan kan ik nog net even mijn nagels doen. Je nagels doen, nu nog. En om 12:00 ga je de lucht in. 2 minuten. Nou, zet de radio maar aan, dan hoor je het zelf. Hè. Mededeling voor het verkeer, overal weer files. Het is zo gebeurd. Ik moet je trouwens iets leuks vertellen. Oh ja? Nou, gauw dan maar. We krijgen misschien de Super Boeing hier. Kijk eens aan. Geweldig toestel. Is waanzinnig luxueus. Zo, dat is leuk. Leuk voor ons, darling. De superbang is veel sneller, dus dan kan ik veel vaker bij je zijn. Geweldig. Je doet net alsof je er niet blij om bent. Wat? Ach, natuurlijk. Heel erg blij. Zeg maar, verheug je er nou niet te gauw op, hè? Die machines die hebben nog allerlei kinderziektes, die moeten nog proefvliegen. Dat gaat heus niet morgen in. Of wel? Nee, schat, niet morgen, maar wel gauw. Erg gauw. Mooi, mooi, mooi. Nou, je zit dan nog wel niet op de Superboeing, maar jouw toestel gaat nog altijd op tijd weg. Ik bedoel, als jij werkelijk op tijd op Schiphol wilt zijn. Inderdaad, beter te vroeg dan te laat. Als jij eens open ging doen en wegje. Ja, ik moet er echt vandoor. Ik verlaat ons luxe boerenvilletje, waar jij altijd op mij wacht, hè, honey? Altijd, honey. Hier is een meneer Hoefslag voor u. Hoefslag? Hoefslag? Verrek, Hoefslag! Laat het binnenkomen. Zeg, dat is Hoefslag, mijn oude dienstslaapie. Freekie, Hoefslag uit Kampen. Ja, een stijve hark, maar wel lachen geblazen. Van wat? Hoefslag. Nee, maar. Hoe bestaat het? Freekie, hoe is het dan? Hoe is het met jou, Paul? Ja. God, kerel, zit je nog steeds in Kampen? Nou, dat wil zeggen, dat daar kom ik juist voor. Die Freekie, ouwe sobat, hè? Hoe is het met jou, Paul, ouwe sobat? Zeg, ik stoor toch niet, hè? Storen? Jij? Voorwaarts, mars! Links, en 2, 3, 4, en hou die pas vast. Korporaal de Goeie. Ja, korporaal de Goeie, inderdaad. Oh, sorry, mag ik je even voorstellen? Freek Hoefslag. Hi. Hoe maakt het je van? Buitengewoon aangenaam met u kennis te maken. Mary Lou Hawkins, Amerikaanse en stewardess. Buitengewoon aangenaam met u kennis te maken. Van de PNM, zoals je ziet. Oh, wat leuk, wat leuk. Het belangrijkste vergeet je nog, Paul. Wat? We zijn verloofd. Tjee, ja, natuurlijk. Nou, je hoort het. Mijn verloofde. Oh, nogmaals een compliment, je vrouw. En van harte gefeliciteerd, hoor. Dat hij mijn gezondheid mag verslijten. Ja, en kerel, jij hebt smaak, hoor. Wat leuk. Ja, is het geen schatje. Hoor je mij klagen? Uw vriend, meneer... Zeg maar Freek. Ah, Freek. Uw vriend is ook een schatje. Ja, dat moet wel leuk voor u, ja. Ja. Voor mij? Oh, voor hem, ja. Ben jij getrouwd, Freek? Nou, dat wil zeggen, ik... Nee. Verlof. Nou, ik kom uit Kampen en... Zijn er in Kampen dan geen leuke meisjes? Jawel, maar de leuke had al iemand zo doen. Nou, nee, ik werk er op de Rabobank. En nu ben ik overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Oh. Zodoende, daarom ben ik hier, ja. Ja, zodoende, ja. Ik geloof dat ik een beetje te veel over mezelf vertel, hè? Misschien kan ik beter ander keer langskomen. Wat krijgen we nou? Je bent er net. Ik moet er trouwens van doorschakelen. Ja, je denkt wel aan je tijd, hè? Je gaat er niet met mij weg? Oh nee, natuurlijk niet, zeg. Nee, ik moet zo mijn kist in. Wat? Een kist? Een kist, dat is een vliegtuig. Stewardess. Ah, ja, nou, u gaat die kist in. Leuk, hè? Leuk, ja. Zo zeggen wij dat, ja. Kijk, jij bent de eerste vriend van Paul die ik ontmoet. Paul is een stille jongen. Nou, nee, honey, maar neem Freek nou. Die komt uit Kampen, dat is nog niet bepaald naast de deur. Blijf je in Amsterdam wonen? Nou, dat zal wel moeten, Merelu. Kijk, de Rabobank wenst mij in Amsterdam. Oké, dan zien we elkaar nog wel eens.
Zou ik erg leuk vinden. Dan ga ik jullie niet verlaten. Maar eerst een zoen. Ja. Huh? Oh, nee, sorry. Nee. Neem je tijd. Kerel. Neem me niet kwalijk. Love you, honey. En ik jou, darling. Bye, Frank. Goodbye, Mary Lou. Bye, honey. Bye-bye, love. See you next Monday. Tot maandag, 6:30. Onze tijd. Zeg, wat een leuk meisje is dat, zeg. Je mag toch wel zeggen dat ik er een beetje over heb. Maar wat een enige meid. Ja, dat is niet gek, hè? Niet gek, niet gek. Als ik zo'n meisje had, zou ik allebei mijn handen dicht wrijven. Zeg, zullen we er daarin op drinken? Wat je hebt, Paul, wat je hebt, hè. Als maar prikkelt. Wat een leuke meid, zeg. Wat een leuk uitzicht heb je hier, Paul. Wat leuk dat wij dat met al die koeien. Oké, stand by, hè? Ja, vind je het leuk? Ja, even. Zijn jullie nog steeds een architect, of wat? Ja, nog steeds trouwens, dat zie je, dat is allemaal eigen werk. Ja, leuk, die lichtvallen weer ook prima. Zo. En nou word jij directeur van de Rabobank in Amsterdam. Nou, de directeur van de Rabobank is een beetje te hoog gegrepen. Maar ik heb wel promotie gemaakt. Nou, en jij dacht, ik ga bij mijn oude vriend Paul langs. Die is architect, ik heb een hoop makelaars en ik koop een flat. Nou, flatje voorlopig, hè? En als ik dan ga trouwen... Ga je trouwen? Jazeker. Oh, je hebt dus een meisje. Nou, ik ken vaag iemand. Heel leuk, hoor. Maar ik heb nog niet gevraagd, maar zit wel goed, hè? Nee, ik vind op een goede dag, dat gaat niet zo niet langer alleen, hè? Wat zeur je nou? Je bent toch geen oude kerel? Nee, ik ben geen oude bok, maar ik vind op een goede dag weer vastigheid, hè? Net zoals jij nou. Wat? Net als jij? Nou, je gaat toch ook trouwen, Paul? Helemaal niet. Maar die Mary Lou van daarnet, die Amerikaanse, je zegt dat jullie verloofd waren. Oh, bedoel je het zo? Ja, we zijn verloofd. Dan ga je toch trouwen, Paul? Helemaal niet. Ja, ben ik nog gek of... Luister nou eens. Je bent verloofd, dan ga je toch trouwen? Er is toch verloven voor, of niet? Waarom wil je eigenlijk zo graag trouwen, Fred? Hou je echt van dat meisje? Nou, nee, dat niet, maar bedoel, ik vind op... kijk, op een goede dag wil je een eigen home, een tehuis, een gezin, hè? Het is ook beter voor je werk, wist je dat? Ja, het is ook belastingtechnisch aftrekbaar. Het is economisch. Economisch, maar als je dan zo nodig trouwen moet, waarom doe je dat niet net zoals ik? Hoe bedoel je? Polygamie. Polygamie? Ja, dat is een vorstelijk leven. Prettig, afwisselend, kortom, ideaal. Jij bedoelt met meerdere vrouwen? Niks meerdere vrouwen. Meerdere verloofden. Ja, dan komt toch allemaal op hetzelfde neer. Alle voordelen van het huwelijk en je ontloopt alle nare kanten ervan. Ja, ergens moet je natuurlijk een grens trekken, hè. Ik heb 3 verloofden. 3? 3? 3, ja, dat is ideaal. Minder wordt saai, meer zou vermoeiend zijn. Ja, 3 is net mooi, hè. Maar dat mag niet, dat hoort niet, dat kan niet, dat is... Immoreel? Ja, maar waarom? De een weet het niet van de ander. En elk meisje denkt dat zij de enige is. Nou, ze komen niks tekort. En ik ook niet. Nou, het is gewoon ideaal. Maar Paul, 1 vrouw kan al moeilijk genoeg zijn, daar staan 3. Voor mij niet. Voor mij niet, hoor hem. Voor jou toch ook? Nee, kijk, al die andere mannen die zijn allemaal veel te slordig. Ik heb een perfecte organisatie, perfect. Ja, maar wat kost het niet, zo'n leventje? Al mijn verloofdes werken. Oké, je onderhoudt ze niet, maar... Nee, mijn 3 onwettige verloofdes kosten bij elkaar minder dan 1 wettige die thuis zit. Maar denk eens aan de complicaties. Dat is uitgesloten. Want ik heb het geheim. Welk geheim? De vluchtschema's. De wat? Ik heb de dienstroosters. Kijk, het ABC. Alle vluchten van de wereld. Ja. Begrijp je? Ja. Niet echt, hè? Nee. Maar het is zo simpel als wat. Je moet alleen doordenken. Al mijn verloofdes vliegen. Het zijn stewardessen. Stewardessen? Mm. Alle 3? Alle 3. Schandalig. Wat een geweldig idee. 1 in de hand en 2 in de lucht. En dat is de hele grap. Nou, en het zijn prima meisjes, dat zou je toe moeten geven, hè? Die je daar net zag, bijvoorbeeld. Ja, die was geweldig, enig. Nou, die andere 2 die zijn net zo. Logisch, met zorg uitgezocht toen ze getest werden voor de verschillende maatschappijen. Lichamelijk, moreel en op intelligentie. Ja, voor mij is het werk dus eigenlijk al gedaan, hè? Ik heb als het ware de eerste keus uit de voorselectie. Ja, dat is niet gek. Nee, zo lijkt me wel aantrekkelijk, man. Aantrekkelijk, man! Als je dat één keer hebt meegemaakt, trouw je nooit meer. Paul, ik sta perplex, weet je dat? Petje af, hoor. Chapeau bas. Zeg, dat zou ik wel eens in de praktijk willen zien. Weet je wat je doet, Fred? Nou?
Zolang je geen onderdak hebt in Amsterdam, blijf jij een beetje hier en dan kun jij de maestro aan het werk zien. Mary Lou, die je net gezien hebt, gaat over 10 minuutjes de lucht in en over een kwartier land Chantal. Chantal? Ja, met de AF-912 van de Air France. Prachtig donker haar, een schattig Frans engeltje. Ja, je zal er zo wel zien, tegen lunchtijd is ze hier. Is ze niet een beetje dicht op elkaar? Vandaag, ja, is het allemaal een beetje dicht op elkaar, maar ja, dat is een uitzondering, hè. Want vandaag is het zaterdag en er komt Chantal uit Anchorage. Maar de rest van de week heb ik gewoon toerdienst. 2 dagen Mary Lou, 2 dagen Chantal en 2 dagen Ninochka. Wie? Ninochka is mijn Russische. Ogen als koele leer. Ninochka is mijn Russische. Ogen als koele... Weet je wat jij hebt? Een internationaal haren, weet je dat? Freek, loop even met me mee, dan zal ik het je laten zien. Kijk, vanavond komt Ninochka uit Stockholm. Ja. En ondertussen is Chantal is alleen maar op doorreis, ze gaat vanmiddag weer weg. Ondertussen is Chantal al in Rome, Mary Lou, die je net gezien hebt, in New York of misschien al in Washington. Nou, zie je nou hoe het werkt? Maar Paul, het is voortdurend komen en gaan eigenlijk. Ja, maar een georganiseerd komen en gaan, hè? Op de seconde geregeld, want die schema's die worden door hele knappe computers in elkaar gezet. Perfect getimed. Nou, en op die manier leef ik een ideaal polygaam gezinsleventje. Mijn verloofdes draaien om de aarde draait en ik zit in het midden. Geometrisch als de klok. Ja, en ik verander niet alleen 3 keer in de week van vrouw, maar ook van eten. Nou, zo zie je maar, hè. Geen spoor van verveling. Niet aan tafel en niet in de slaapzak. Paul, ik sta paf, weet je dat? Paf! Ja, alleen Mary Lou, die je net gezien hebt, die kan het wel eens te gek maken. Gisteravond bijvoorbeeld. Vis met kappertjes in een soort chocoladevla. Jakkes. Geef mij weer een trilpuddingje. Maar ja, daar staat natuurlijk wel wat tegenover. Je hebt er gezien. Ja, de enige meid. Enige meid. Verliefd op de liefde, hè? En toch Amerikaans. Niet vaak, maar wel goed. Ja, 2 keer in de week, net voldoende voor mij. Zeg, Paul, ja. waar haal jij nou die vrouwtjes vandaan? Oh, dat is heel eenvoudig. Een vriendje van me, dat is een schat van een jongen. Die heeft een souvenirswinkeltje op Schiphol. En die kent al die stewardessen. En die is nogal vertrouwelijk met ze. Nou, als er dan eens een met haar ziel onder de arm loopt, laten ze mij ontmoeten. Nou, en je hebt het gezien, hè? Ja, op het moment ben ik echt heel tevreden, hoor. Zeg, Fee. Ja. Ik kan het voor jou ook wel eens proberen. Voor mij? Ja, per slot van rekening ben je een oude en een goede vriend van me. Nee, Paul, daar heb ik absoluut geen talent voor. Nee. Jij wel. Je was een dienst als overseer. Ah, het is een safe als wat. Vluchtschema's zijn vluchtschema's. Nee, Paul, daar zou ik jaren over moeten denken. Maar luister nou. Als maar een van die meisjes ineens op een andere route gaat vliegen, wat dan? Ah, dat is vrijwel uitgesloten, want de trajecten worden net zo strak gehouden als de schema's. Eet meneer mee met meneer? Ja. Nee, ik wil niet storen. Jij stoort helemaal niet. Meneer blijft eten en meneer blijft logeren. Denk je wel dat... Blijft hij logeren? Ja. Maar waar dan? Nou, hier natuurlijk. Nou, mooi zo. En in welke kamer dan? Nou, dat weet ik niet hoor, Bertje. We zien wel. Waar is je bagage? In een kluis op het Centraal Station. Mooi, dan kan je die zo direct ophalen. Doe maar dan. Hoe laat willen de heren eten? Nou, zodra die lieve Chantal er is. Dan weet ik toch nog niet wanneer. Ja, maar dat hoef je toch ook niet op de minuut te weten. Ik zou het graag even weten vanwege mijn vlees. Nou, dat hoor je dan nog. Ja, daar ben ik dan blij om. Want u zult toch moeten toegeven dat... Dat het hier zo geen doen voor mij is. Ja, Bertje, dat verhaal ken ik al. Oh, die brief voor Mary Lou uit Amerika. Die vergeet ik haar te geven. Miss Mary Lou Hawkins. Geef maar hier. Die brief krijgt ze natuurlijk pas als ze weer terug is. Ja. U geeft me dus een seintje als juffrouw Chantal er is. Mm-hmm. Vanwege mijn vlees. Dat hoor je dan nog, Bertje. En het zal niet zo lang meer duren voor alles ze wind mee heeft. Oh, mooi zo. Laten we dan wel hopen dat ze wind mee heeft. Want ik heb geen zin dat mijn vlees verpietert. Tjonge, dat is me wat, hè. Is het zo zuurpruim? Ach, eigenlijk niet. Het is meer de gewone manier van doen. Nou ja, het loopt er natuurlijk wel eens over de kop, hè, met al die veranderingen van dat eten. Ja, dan zitten jullie hier lekker, hè. Zeg, Val, moet je me nog even vertellen, hè. Dat wisselbeurssysteem van jou, hè. Het ene meisje landt hier, het andere meisje landt daar, die stijgt op, die landt weer een uur later. Kan het dan nou eens voorkomen dat er ineens 2 voor je neus staan en hier willen slapen? Kan nooit. Nee? Dankzij vluchtschema. Nou ja, en aangenomen dat er een onverwacht terugkeerde, dan ga ik met haar ergens naartoe, hè? Naar Zandvoort, naar Scheveningen. Zo met een smoesje van even er helemaal uit. Ja, maar wat gebeurt er dan met nummer 2 die hier voor de deur staat? Ah, die komt wel thuis, die komt gewoon hierheen. Oh, die heeft een sleutel. Ze hebben allemaal een sleutel. En ze bellen meestal op als ze geland zijn. En Bertje kan altijd zeggen dat ik er niet ben. Dat ik ben opgehouden in de provincie voor een opdracht en dat ik daar moet blijven logeren. Nou, de volgende dag breng ik dan degene met wie ik op stap ben regelrecht naar Schiphol, zet haar op het vliegtuig, wuif haar na vanaf het terras en met een gerust hart keer ik terug naar nummer 2 in mijn boerderijtje in Oudekerk. Nou, zo zie je maar, geen spoor van paniek. Geniaal of niet? Ja, het is geniaal, Paul, maar het is niet Fries. Huh? Nee, je houdt niet van die meisjes. Ik aanbied ze.
Ik zou het niet één kunnen missen. Ja, als Emma bijvoorbeeld vraagt iets voor haar te kopen, koop ik het meteen ook voor de andere twee. Nou, zoveel hou ik van ze. Ja, dat kan wel zijn, Paul, maar ik prefereer toch het normale huwelijk. Gewoon met één enkele vrouw. Daar vergis je in. Misschien heb je gelijk, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, ik bedank je wel voor je uitnodiging. Want ik had niet zo gauw geweten waar je Etherine naartoe hebt moeten gaan. En ik moet toch wel zeggen, ik had je wel eens aan het werk willen zien. Nou, maar dat kan toch. Je blijft gezellig een paar dagjes hier. En je zal zien wat een fantastisch leventje ik heb. Ja, dat neem je direct aan. En wat die Bertje betreft, dat zit helemaal goed. Hè? Ja, wat is er, Bertje? Wat moet je nou nog? Ik moet helemaal niks. Ik ben gewoon bezig mijn vak uit te oefenen. Als huishoudster. Nou, dan betaal ik je anders royaal voor. En zwart. Zou eigenlijk driedubbel moeten betaald worden. Als huishoudster, als kamermeisje en als werkster. En dan kook ik voor niks. En denken doe ik ook nog voor u. Want Amerika is net weg. En Frankrijk kan elk ogenblik binnenvallen. Dus wie denkt er even aan om die kamer te doen? Ik. Dat is waar, Bertje. Je hebt helemaal gelijk. Ze denkt overal aan, hè? Ja. Nu mevrouw Chantal gewoon maar een tussenlandingje maakt voor een paar uurtjes, is het toch niet nodig dat ik die hele kamer doe, hè, meneer? Nee hoor, Bertje, dat hoeft niet. Alleen de foto verwisselen. Als ze weer weg is, zal ik de kamer wel weer even een goede beurt geven. Voordat Rusland komt. Mooi. Mooi. Nou, wil je dan even mijn jasje meenemen als je terugkomt? Ja, ja. Voor de bakker. Ja, voor de bakker. Laten we daar dan maar op houden. Zelf vind ik wel een hele goeie, hoor. Dat is een trouvaille. De foto verwisselen. Ach ja. Hé, altijd tegen sputteren, hè. Maar ja, ze doet het fantastisch, dat zal je wel merken. Het is natuurlijk nodig dat ze van alles precies op de hoogte is. Ja, dat moet zo. Natuurlijk, hè. Dat is voor mekaar. Ah, dank je, Bertje. Ja, ja. Dat zou ik ook denken. Die lieve Chantal zal over 5 minuutjes wel hier zijn. Het klopt als een klok, weet je. De grote kracht ligt in de nauwkeurigheid. Klok, klok, wel steeds vlugger. Altijd als een van de dames op doorreis is zo voor een paar uurtjes. Dan wordt natuurlijk het tempo opgevoerd. Dan luistert het wat nauwer. Chérie! Chantal! Engels! Mag ik jou even voorstellen aan een oud dienstlapie? Dienstlapie? Een vieux copain de service militaire, Freek Hoefslag. Enchanté. Uit Kampen. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Maki. Ja. Ik ben een oude vriend van Paul. Ik ben hier net komen aanwaaien. En hij zei dat hij onderweg was. Jij? Wat? Je moet jij zeggen. Tegen mij. Oh ja, ja, en u tegen mij. Ja? Nee, jij tegen mij. Nou, dat zal maar nog een je en geen jij worden. Zeg, ik wil jullie niet storen in jullie intimiteit. Oh, maar dit doe ik in sprake van. Ik vind het enig. Jij bent deze vriend van Paul die ik ontmoet. Je ziet nooit iemand bij hem, hè. Hij heeft zo weinig vrienden. Het is een echte kluizenaar. Ja, het is een echte kluizenaar. Ja. Krijg ik iets te drinken van jou, schatje? Natuurlijk. Oeh, ik ben bek af. Als je dat eerlijke weer ziet hier, hè, kan je aast niet voorstellen dat ergens anders zo'n beste weer kan zijn. Is het werkelijk? Wie is een vreemde? Een orkaan boven Schotland. Incroyable. Wie had de etenos plafond? Het vliegtuig ging zo te keer, nou we hadden het niet meer. Al de drank door de gang pad. Kun je voorstellen? Geweldig. Enfin, ik ben er en... Op tijd. Laat dat maar aan de Franse piloten over. Dat is de hoofdzaak. Heb jij een beetje gedragen, schatje? Oh, wat krijgen we nou? Quel idee. Mooi, schat. Heeft Paul jou verteld dat wij gaan trouwen? Ja, hij zei dat hij verloofd is. Ja, en ik heb hem ook verteld wat een schattig Frans engeltje jij bent, waar of niet, Freek? Ja, dat is waar. Dat heeft hij verteld. Ja, daar stond er zelf bij, ja. Hij zei dat hij... zulke mooie ogen hebt. Nee, okay. Dat heb je niet. Dat heb u heeft mooi haar. Haar. Hij moet vooral niet geloven wat hij zegt, hoor. Dat zijn allemaal grappige kamperuitjes. Hè? Wat? Kamperuitjes? Ja, zomaar een uitdrukking. Kamperuitjes. Hè. Ja, dat is in. En je vriend blijft met ons lunchen, Chérie? Dat is al geregeld, Engeltje. Abo. Nou, ik wil je niet storen, jullie zijn net samen. Nou, stel je niet aan. Ik heb hem zelfs voorgesteld dat hij hier blijft logeren, zolang hij geen flat heeft in Amsterdam. Ah, dan heb je iemand in huis als ik er niet ben. Jij die altijd klaagt dat ik jou te veel alleen laat. Oh, dat is waar. Als jij er niet bent, dan weet ik niet waar ik het zoeken moet. Dan heb ik het niet meer. Dat schijnt vreselijk te zijn, ja. Ja, zo zie je maar, Freek, als je eenmaal verliefd bent. Dan zit je verstand in je portemonnee.
Heeft Bertie voor het eten gezorgd? Dat is al geregeld, Sherry. Oh, Katje, jij bent een geboren organisator. Ja, dat is hij absoluut, in zijn geboren organisator, ja. Oh, ze kan het ook overdrijven, hè, Freek? Bon, ik was even mijn handen en dan gaan we aan tafel. Want om 3 uur dan moet ik aan bij de Lukti naar Cairo. Met je gebied. Oh, dat is waar, Skat. Weet je dat ik misschien word overgeplaatst op de Concorde? Die is veel sneller, kan ik veel eerder bij jou zijn. Nou, maar dat is geweldig, Engeltje. Zeg, vergeet je niet even met de nieuwe vliegroosters te geven voordat je weggaat. Ja, zuur, mon amour. Mooi zo. Tot straks. Tot straks. Au revoir. Zeg, als die vliegtuigen sneller gaan vliegen, zal jij je tempo moeten opvoeren natuurlijk. Ach, kom, dat is die van vandaag op morgen. Moeier ook, Paul. Fantastisch, hoor. Formidabel. Ja, als ik nou zou moeten kiezen tussen die twee, ik zou niet weten wie de leukste is. Nou, dat hoef je ook niet te weten, want ze zijn allebei bezet. Ja, dat is waar, ja. Hallo? Ah, ben jij het popje. Dat is Ninochka, mijn Russische uit Stockholm. Wat zeg je, popje? Paul, nee, Frans, je komt niet om 7 uur, maar om 11 uur vanavond. En heb je dan al gegeten? Ah, dat is geweldig. Galucci. Ik ook van jou. Dasvidanya. Meneer Paul. Goed, dat is dan afgesproken. 11 uur plaatselijke tijd. Kusjes, tot vanavond. Goed dat jij er bent. Ik? Ja, die Stroganov gaat niet door. Heeft Rusland pech? Inderdaad. En ik had het dan zo goed als klaar. Dat is dan jammer. En wil u nu nog niet toegeven dat het hier zo geen doen is voor mij? Nou ja, ik wou iets zeggen en nou weet ik het niet meer, die veranderingen ook alsmaar. Maar dan kom je wel weer op. Wel ja, dan kom ik er wel weer op. Mooi zo. Was er telefoon? Hè? Ja. Was het voor mij? Nee, hoezo? Nou, het best mogelijk is dat ze me oproepen vanwege het weer. Dan gooien ze misschien het schema om. Oh, denk je dat ze het schema erg zullen omgooien? Hm? Nou, in plaats van 3 uur vlieg ik dan om 4 uur. Oh, godzijdank. Waarom zeg jij godzijdank? Ze zei godzijdank. Jij zei duidelijk godzijdank. Ja, hij zei godzijdank, omdat jij dan nog een uur langer kan blijven. Juist, daarom zei ik godzijdank. Ja. Wie was dat dan daarnet? Wie was wat? Aan de telefoon. Was het een vrouw? Nee, dat is een hele normale man. Hoe kom je daar nou bij, Engeltje? Je weet toch wel dat er niemand anders is dan jij, hè? Echt waar? Ach, Chantal, twijfel je eraan? Dat zou ik echt heel erg naar vinden. Zie je ineens bleek, Paul? Nou, hoor je nou, Chantal? Ik zie ineens helemaal bleek. Nou, maar dan kun je het natuurlijk ook wat zeggen. Ja, maar wat zeggen? Wie daarnet belde. Belde? Oh, de telefoon. Oh, de telefoon. Verkeerd verbonden. Ja, dat is de oplossing natuurlijk. Verkeerd verbonden, want er was niemand. Dan vind ik dat zo stom. Zo stom. Wat is dat? Wat is wat? Die brief hier. Mary Lou Hawkins. Ik zou het echt niet weten. Ik heb vandaag geen post gehad. Ja, maar hij toch hier in jouw huis? Maar ik weet het werkelijk niet, hoor. Ik sta hier de hele tijd met Freek te babbelen, waar? Of niet, Freek? Ik kom net binnen. Nou weet ik weer wat er was. Ah, bonjour, mademoiselle. Ah, dag, Bertie. Nou, wat was het, Bertje, dat jij vergeten was te zeggen? Dat het eten op tafel staat. Bertie? Ja? Wat is dit? Een brief. Ja, dat zie ik ook. Maar gericht aan een Mary Lou Hawkins. Weet je daar iets van? Nooit van gehoord. Nou ja, wat doet die brief dan hier? Nou, geef eens antwoord, Bertje. Oh ja! Ja, wacht eens. Nou heb ik het. Ik herinner het me opeens. Het was een vergissing. De post heeft hier een verkeerde brief gebracht. Een brief die niet voor hier was. Oh, vergissing. Postbode was verkeerd. Ja, natuurlijk verkeerd verbonden. En verkeerde postbode. Hebben wij in kamp ook een postbode die verkeerd is, ja. Nou, dat is dan de oplossing. Alles duidelijk opgelost. Ja, is helemaal mijn fout. Wil meneer me excuseren. En u ook. Nou, dat geeft niet hoor, Bertje. We maken allemaal alles een klein foutje. Maar vergissen is menselijk. Als u de brief dan aan mij geeft, dan breng ik hem morgen wel even naar het hoofdpostkantoor. Voilà, Bertie. Fijn, dankjewel. Ook namens meneer. En zoals ik dus al eerder gezegd heb, de tafel is gedekt. Oh, jij bent geweldig, Bertie. Als we jou toch niet hadden. Ja, dat is wel zo, maar als u eens wist, het is geen doen hier.
Jullie hebben het gehoord. De tafel is gedekt. Nou, ik benijd jullie wel hoor, want jullie kunnen zijn huis gezien, nietje. Inderdaad, schatje. We zouden net zo moeten doen als voorloop de grote stap maken en gezellig trouwen. Daar piek je gaat over. Ja. Oh, het is al 5 voor. Oh, dupe, chiffo. Aan tafel. Aan tafel. Zie je nou hoe het werkt? Dat is gewoon te gek, zeg. Dat kunnen ze in kampen niet, hè? Het is net pingpong. Ja. En één ding, Freek. Geen paniek. Blijf kalm. We komen er wel uit. Nou, aan tafel. Franse keuken. Zeg, wat een leuk uniform is dat, hè, van die Air France. Leuk uniform? Dat is een feestverpakking. Ja, daarom ben ik ook zo gevoelig voor uniformen, hè. Je ziet het alles in de hand. En twee in de lucht. Zeker weten, vogel. Hallo, ja? Nee, meneer Paul is er niet op het ogenblik. Ah, bent u het, juffrouw Ninotchka? Bent u net geland op Schiphol? U bent eerder aangekomen. Meneer zal opkijken dat u eerder bent, ja. Beslist, ja. Oh, maar dat is leuk. Ja, wat zal die opkijken, ik weet het zeker. Tot straks dan, ja. Dag. Dat is toch geen doen meer. En dat niet, nee. Nee, dat is nu voor een normaal mens toch echt geen doel meer voor een normaal. Hallo! Ah! Ah, bent u het, meneer Freek? Ja, dat weet ik weer. Ja, dat zie ik. Oh, wat een drukte zeg op de centraalstation. Ik heb een uur aan de rij moeten staan. Al die drukte in het loket is de kabel toch heel wat rustiger, hè? Ja, je vraagt jou er wel eens af wat al die mensen daar te zoeken hebben. Als ze allemaal in kampen bleven, dan was het in Amsterdam niet zo druk. Nee, daar heb je gelijk in, Betsy, ja. Ik heb er even Liesje en een Berkje. Oh, u blijft maar voor even, zie ik. Dat klinkt niet erg aardig, Betsy. Ja, ik zeg het voor uw eigen bestwil, meneer. U had beter op dat station kunnen blijven. Waarom? Rusland is ook net geland. Wat, nu al? Ja, ze belde net dat ze eerder komt. Oh, meneer Chantal er alweer opgestegen? Ja, dat weet ik, maar die Russin blijft 3 dagen. 3 dagen? 3 dagen, dat is een leuke verrassing voor meneer. Ja, zal hij van opkijken. Nou, die 3 dagen, dat zou wel eens lastig kunnen worden, hè? Want Mary Lou, die Amerikaanse... Ja, die heb ik gezien. Die komt maandag terug. Maandag? Want het is vandaag op een zaterdag. Hebben we alle tijd... Wacht eens even. Heeft Paul alle tijd om wat te regelen, of niet? Ja, Bessie, waar mag ik me installeren? Ja, waar u wilt, maar dat is de kamer van meneer en zijn verloofdes. De werkkamer. Precies. Nou, daar als u wilt. Dat is een heel rustige kamer. Doe maar of u thuis bent. Dankjewel, Bessie. Erg aardig van je. Oh, nee hoor. Gewoon opdracht van meneer. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Kan me niet ook nog eens druk maken over het welzijn van meneer zijn gasten. Waarom zoek je dan geen andere baan? Andere baas, andere gebreken, andere zorgen, zo is het toch. Je bent wel echt optimist, hè? Ja, dat is wel zo. Ik ben optimist, dus ik hou van gezelligheid. Maar dat hier, dat is gewoon geen leven voor iemand als ik. Maar wat kun je verwachten in dit soort baan? Je zit eigenlijk maar op de schopstoel de hele tijd. Ja, dat zal wel weer, mensje. Nou, ik ga hem eens lekker installeren. Ja, dat is goed. Ik mag niet tillen. Want onze dokter zei vroeger al tegen mijn moeder, laat dat kind nooit de zware dingen dragen. Dat kind, dat ben ik. Ze wil wel, zei je, maar ze kan niet, te zwakke rug. Ja, ik begrijp het, Betsy. Ja, kijk, slijten doe je toch. Iedereen slijt, mijn meneer ook. Maar die tilt er niet zo zwaar aan. En daarom slijt hij het hart, met dat leven dat hij slijt. En dood gaan we allemaal, waar of niet, meneer? Ja, dat is waar. Leuk, erg leuk, ja. Dus, ik laat andere mensen slijten. Ja, ik zie het, Betsy. Tot straks dan, hè. Ja, tot dag. Straks dan. Ja, dag. Pas op, ja. Dag, meneer. Polina, Betsy! En daar hebben we Ninotchka. Betsy! Ik ben nog vroeger dan ik dacht. Ja, Betsy, ik ben zo blij. Door de dolligheid. Ja, dat is te zien, ja. Is mijn Paulinka er niet? Nee, Paulinka moest weg. Voor een opdracht. Ah. Maar ik kan ieder moment weer hier zijn. Weet je dat zeker? Absoluut, hij was net weg toen u belde van Schiphol. Ik ga wel zeggen, wel blij. Blij? Hij is in alle staten. Ah. Hij ziet altijd met ongeduld uit naar uw komst. Zou gaan wij net zo beminnen als ik hem? Ja. Kijk, dat zijn van die dingen... Geeft gij het wel eens over mij? Tuurlijk, maar ik weet niet hoe vurig u hem bemint. Ik aanbied hem. Nou, dan aanbiedt hij u ook. Reken daar maar.
Ik kan 3 dagen blijven, Bertje. Is dat niet geweldig? Dat is geweldig. Wat zal Paul opkijken? Ja, wat zal die opkijken? Ach, verrukkelijk om weer thuis te zijn. De tijd kruipt als ik niet bij hem ben. En voor hem? Hij is dan helemaal... Ja, hoe zal ik het zeggen? De kloets kwijt? De kloets kwijt, zo is het. Vaak als ik zo ver weg ben, dan denk ik hoe Paulienke op mij wacht. Schat. En als een goog in de hemel. Als ik even niks te doen heb, dan ga ik wel eens in een bagageruimte zitten. Het is niet waar. En dan zet ik op mijn kleine bandrecordje muziek aan van Tchaikovsky of Chopin. En dan kijk ik door die kleine raam naar buiten naar de maan en de sterren. En ik denk dan dat Paulienke die ook ziet. En onze blikken ontmoeten elkaar dan in die eeuwige ruimte. Is dat niet waanzinnig romantisch? Ja, dat is heel waanzinnig. Misschien kijkt Paul ook wel eens. Naar wat? Naar de lucht, als ik in de ruimte ben. Ik heb hem er eigenlijk nooit over gehoord. Dat moet ook niet. Dat moet je bewaren in je hart. Lijkt me beter ook. Het leven is al gecompliceerd genoeg. Ook zonder dat staren in die eeuwige ruimte. Ja, begrijp mij. Jij bent een meisje. Voor dag en nacht. En geloof me nou maar, juffrouw Ninochka, een huishoudster begrijpt alles en klets nooit. En dan, wie vraagt nou naar de mening van een huishoudster? Wat vind je? Jij bent meer, jij bent anders. Wel nee. Wel, ja. Wel, ja. Zou je denken? Och, we zijn de 3. Jij bent geen huishoudster. Jij bent een goudbewaardster. Niet slecht. Jij bent die jonge maagd. Die jonge Vestaalse maagd. Die de vlam van de hartstocht bewaakt in de binnenste van mijn Paulienke. Kleinigheid hoor. Tot ik terug ben. Ik hou zoveel van hem. Iedere keer als ik terugkom, dan hou ik meer van hem. En als ik wegga, dan lijkt het of ik mij van hem lasgeer. U bent snel verscheurd, niet? Ja. Maar als ik terugkom, dan ben ik geboren. Ik ben een ander mensje. U moet niet zo van streek raken. Wilt u iets drinken? Of een sigaret misschien? Een sigaartje, grappertje. Ik haal wel even. Dank je, Bettetje. Breng ik mijn spullen naar mijn kamer? Spullen? Spullen. Spullen met... Oh. Ja, dat zeg ik. Spullen met hoe? Ik ben zo blij. Dit wordt een heerlijke dag. Ik voel het. Spannend dagje. Dat voel ik ook. Vergeving. Dat is helemaal niet erg, in tegendeel. Maar wat doet u hier? Mijn naam is Freek, Freek Hoefslagvermaak. Ja, maar wat doet u hier bij ons? Ik ben een vriendje van Paul. Ach. Een oud dienstgabbertje. En wat? En een vriendje uit de militaire dienst. Dienstengabbertje. Geestig. Bent u dan niet Ninochka? Oh, heeft Paul over mij gehad? Heeft Paul bij over u gehad? Het was Ninochka voor Ninochka. Nou. Ja, maar wat doet u hier zonder hem? Oh, is heel eenvoudig. Paul is... Ja, uit voor een opdracht. Ja, dat raadt u goed. Hij is uit voor een hele grote opdracht, ja. En hij vroeg mij even te wachten. Ik ben namelijk net komen aanwaaien. Ah, ja? Ja. Ik zat toch van gisteren zat ik nog in kampen. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Om te zijn in kampen. Het is een beetje saai, dat geef ik toe, ja. Altijd opgesloten in een kamp, maar...
Nee, dat is een misverstand in spel. Ik bedoel Kampen. Bij Zwolle, dat is mijn geboorte- en woonplaats. Ik ga het over die andere kamp, Aak. Neemt u mij niet kwalijk. Ik begrijp... Nee, dat is helemaal niet hè. Nee. Ik had waarschijnlijk met Rusland dezelfde fout gemaakt. Nee, ik bedoel, u ziet er helemaal niet uit als iemand uit een kamp. En ik vind u er veel meer uitzien als iemand uit een Russische film. U verleidt me. Nee, ik meen het echt, juffrouw. Ninochka, niks geen juffrouw. Freek, niks geen meneer. komt u hier vaak? Ik bedoel, u spreekt zo goed Nederlands. Hoe is dat mogelijk? Ik heb vertolk gestudeerd. Ik heb zoveel Nederlanders rondgeleid in Rusland. En nu vlieg ik met twee poelen van Amsterdam. Je parle français, je spreek Engels, je spreek Duits, je parle Espanol. Ik ben een wandelend taalinstituut, weet je dat? Leuk dat Paul een vriend op bezoek geeft. Dan voelt gij zich niet zo alleen. Als jij er niet bent. Precies. Ja, ik dacht dat je dat bedoelde. Ja. Alleen, Freek? Ja? Zeg niet tegen Paul dat ik jou gezond heb. Nee, dat was een vergissing. Ja, vergissingen, maar wel eens zo'n... Ik zou het niet leuk vinden als Paul. Nee. Ik spreek daar niet over. Dat is echt beloofd. Oké. Trouwens, als het geen vergissing was geweest, had ik ook niks gezegd. Heel lief van jou. Maar zonder een misverstand zou ik jou niet gekust hebben. Dus, nee, natuurlijk niet. Ik herinner me die kus al niet meer. Dus je deed jou helemaal niks? Nou, ik was niet op ingesteld. Ik had er niet op gerekend. Ah. Dus Ninochka? Ninochka. Ninochka, sorry. Geef je mijn zwijgplicht en mijn geheimhouding niet recht op een kleine toegift? Chantage. Gewoon een klein kusje. Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven. Dat kan er nou kwaad in. Het schuilt er kwaad in één zoen. Ja. Jullie Russen zoenen elkaar de hele dag. Oh. De mannen, de vrouwen, de vrouwen, de mannen, de mannen, de mannen. Ja, maar zelfs in Rusland kust hij verloofde meisje, de vriend van een vriend niet op de mond. Maar wij zijn toch een uitzondering, wij tweeën? Als wij het een tweede keer doen, zouden we je schuldig voelen. Wat schuilt er nou voor kwaad in één zoen? Nou ja, wat zijn Hollanders echt toch koppig. En Russinnetjes zo lief. Ik ben van Paul. Ja. Ik ben van Paul. Als hij een Amerikaans meisje was geweest, had je hem die zoenen lang gegeven, zonder enige bijbedoeling. Een groot land Amerika. En de Amerikanen een groot volk, geëmancipeerd. Russen zijn ook een grote val. Ik weet het niet. Ook Russen begrijpen die dingen. Als ik weer niet op ingesteld, had ik weer niet op gerekend. Laat je me alleen. Ik ga naar mijn kamer tot Paul komt. Hier ben ik toch niet veilig. Waarom heb je me nou gekust? Omdat ik van Paul gauw en jij een vriend van Paul bent. En omdat jij wel grappig bent. Maar luister dit. Hier zijn ze. Wie? Sigaren voor Ninochka. Oh, dat die andere twee. Oh. Dat vergat ik nog te zeggen. Ze is net binnen. De Russische. Ja, ik heb haar gezien, Bertje. Ah, oh, mooi, is ze in haar kamer? Ja, ze is in de kamer. Laat mij die sigaartjes maar even geven. Aha. Aha. Wat nou, aha? Heeft meneer al kennis gemaakt met juffrouw Ninochka? Ja, we hebben al kennis gemaakt, ja. Twee keer zelfs. Oh, dan kan u ze ook wel even aan haar geven. Ja, dat is een heel goed idee van je, Bertje. Dank je wel. Je kunt wel gaan als je wilt, hoor. Oh, wilt u dat ik wegga? Nee, maar ik denk dat je... Maar het lijkt waarachtig of u erop staat dat ik wegga. Nee, maar omdat je hier toch niks meer te doen hebt. Ja, maar ergens anders ook niet. Dan zou ik toch weer ergens anders gaan doen. Goed. Goed. Dan zal ik maar even niks gaan doen in de keuken. Ja. Wie staat? Ik ben het, Freek. Oh, nee. Laat maar alsjeblieft met rust. Met rust. Ik heb die sigaartjes die Bertje voor je mee heeft genomen. Ah. Oh, kom, laat maar binnen. Kijk, dat is heel goed mee. Dat is buret met filtertip. Nee. Filtertip. Daar ging je nou weer. Alweer, ik ben nog niet eens begonnen. Och, dat jij jou niet doodschaamt. Maar liever die Noske, zo heb ik het niet bedoeld. Ik heb... Zo, Freek. We zijn weer terug. Nou is het gebeurd ook. Ik ben overgeplaatst op de Concorde en die komt morgen in dienst.
Ah, geweldig, hè? Ja, geweldig. Nou, we zijn dus teruggekomen. Ja. Zeg, wat sta je nou raar te kijken? Ik raar? Ja, je staat raar te kijken. Dat is helemaal niet nodig. Ik kijk helemaal niet raar. Jij kijkt raar. Ik? Helemaal niet. Wacht maar. Vind jij het niet leuk dat ik er weer ben? Ja, natuurlijk vind ik het leuk dat ik er ben, Chantal. De hele avond gezellig samen. Ja. En ik nog de hele nacht met mijn lieve Paul. Alhoewel, ik dacht net hoe gezellig het zou zijn vanavond naar Zandvoort te gaan, bijvoorbeeld. Dat vind ik een geweldig idee, Paul. Dat vind ik een geweldig idee. Zandvoort, enig. Zandvoort. Waarom nou naar Zandvoort? Oh, dat is ter afwinding in Zandvoort. Dat is enig. Dat is enig. Ja, maar ik vind dit hier net zo gezellig. Oh, zo'n heerlijke duinwandeling. En dan je laat je uitwaaien langs het strand. Dat is geweldig. Ah! Ja, best mogelijk lijkt maar de eerste de beste dag dat hij hier is uit te gaan. Chantal, trek je niks aan van mij. Ik ben een geboren kluisenaar, daar ben ik aan gewend. Dat heb ik van mijn moeder. En als ik jullie was, zou ik u maar beneden gaan. Dat is beter voor iedereen. Nou, meteen om een uur of negen, hè? Na het eten. Nee, niet meteen, niet meteen. Ja, wat dan mee? We hebben toch geen haast? Wel waar. Dat is wel waar. Dat is wel waar, is. Wat? Het leven is zo kort. Zandvoort, geweldig. Wandeling langs het strand. Borreltje aan de bar. Biefstukje van de plak met zo'n zilveren bojo, zo'n zilveren aardappel. Dat is ene. Ja, maar ik ben zo weinig gezellig thuis, Freek. Dat mij dan mag gewoon hier blijven. Goed, Ergeltje. We eten hier en dan gaan. Ja, jij eet niet hier, maar jij niet uit. We gaan naar Zandvoort. Het is goed, jongens, gewoon. Hij heeft hele zwakke loon. En voor jou zou het ook geweldig zijn, want je ziet er afgeknoedeld uit. Ja, je bent echt bleekneusie. Oh, maar dat is zo weggetoverd. Ik ga even naar mijn kamer om mij op te maken. Ja, dus... Nee, je hoeft je helemaal niet op te maken. Zeg maar niet nodig. Je had verkeerd licht voor de los. Fantastisch. Je hebt hier uitstekend licht. Je ziet er geweldig uit, fantastisch. Maar ik wil gewoon even wat poeder op mijn neus. Nee, niet zo. Je ziet er ideaal beeldig uit. Het is fantastisch. Het is ideaal. Niks aan doen. Je weet toch dat een dame zich altijd even opmaakt voor ze aan tafel gaat? Een dame wel, maar jij niet. Nee, Rustig, vind je niet op. Ik ben helemaal niet op. Ik wil alleen zeggen dat het beste zou zijn dat jij met jouw verloofde, met jouw Chantal, naar Zandvoort zou gaan en daar gezellig blijven logeren. Ik kan nog geloven dat jij het vervelend vindt dat ik hier blijf. Ik zeg voor jou gezondheid. Goed, Engeltje, jij hebt gelijk. Een beetje zeelucht zal ons best eens goed kunnen doen. Na het eten. Nee, niet meteen. Meteen. Iedere 5 seconden lange hiek kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De wonderdokter uit Kampen aan het woord. Wat kan jij overdrijven, Freek? Ik zeg voor jou belang, Paul. Ik zeg voor jou belang. Nou, d'accord. Mag ik mij dan nu even opfrissen? Chantal, daar is de badkamer. Totaal geen punt. Waar de koud kwam. Nee. Maar waarom niet? Paul, toen ik hier kwam, zei je tegen me... Freek, leuk je te zien, maar... Ja, ik vond het ook leuk om je weer te zien. En toen zei je, Freek, je bent mijn beste vriend. Daar is jouw kamer. Onze kamer? Heb ik dat gezegd? Ja, gezegd. Nou, nee, ik zou niet te liegen, Paul. Nou, ik herinner het me echt niet. Zou ik wel snel wel herinneren. Nou, ik geloof je wel, Freek, maar de situatie ligt nou anders, hè. Die lieve Chantal is er weer. En ik vraag je bij deze onze kamer terug. Nee. Nee? Nee. Ik heb mijn koffers uitgepakt en al die spulletjes open en bloot, vind ik heel vervelend. Nou, als ik je nou beloof, Freek, dat ik er niet naar zal kijken. Chantal, verplaats me even mijn situatie. Mijn koffers uitgepakt, 1 grote bende. Mijn geurvreters en mijn steunzolen, een foto van mijn zuster. Ik was op mijn school met de Bijbel. Nou, bon, d'accord, als u daar zo'n toestand van moet maken. Leuke vriendjes heb jij, Paul. Dat moet ik zeggen. Zeg, wat bezielt jou? Je bent niet goed, Snik. Paul, ben je dan die Russische vergeten? Nee, natuurlijk niet, maar die komt niet voor 11:00 vanavond. Denk je dat? Ja, denk nou toch na, man. Ze belde nog op uit Stockholm om te zeggen dat ze later kwam. Paul, toen je weg was, heeft ze weer gebeld om te zeggen dat ze eerder kwam. Mooi. Wanneer? Wanneer? Ze is er al. Daar! Zeg, had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hark! Hark! Je zuster in de kwaaier! Huh? Voor mijn jas met een zand moeten krijgen, maar je moet zo nodig thuis eten, krent! Huh?
Maar dat kan toch niet ruiken? Ja, maar hij is allemaal vreemd van mij, Dronie van mijn lol. Ja, goed. Nee, ik moet goed te plassen. Bedankt voor alle moeite die ik me geef. Geef me een beetje een grote smoel. Ach, wel nee. Dat is wel waar, paal je geef me een grote smoel. Nou, sorry, Freek, maar ik begreep je niet. Ik word een zat dat niet begrijpen waar je. Kijk hem staan. De Casanova van de Oude Kerk aan de Amstel. Nou ja. Ik zal je dat vertellen. Ik smeer hem, ik ga naar een hotel. En je redt je maar met je draai medley houden. Wat? Freekie! Laten we ons niet opwinden, zeker niet in dit geval. Ik ben Willem! Jij bent jongen, ik weet waarom. Maar ik ga mijn koffers inpakken. Wat ben jij me tegengevallen, Paul? Bah! Laat me nou niet alleen, Freek. Freekje. Oude jongen, neem me niet kwalijk. Ik heb er spijt van. Heb je spijt? Ik heb spijt. Heus? Heus! Dan blijf. Oh, dat vind ik tof van je, Freek. Dank je wel. Maar wat doen we nou, hè? Wat moeten we doen, Freek? Zoiets is me nog nooit overkomen, hè? Geen paniek. Blijf kalm. We komen er wel uit. Laat me nadenken. Kevin? Ja, Kevin? Chantal moet hier weg voordat Ninotchka daar uitkomt. Dat is normaal. Ik zeg tegen Ninotchka dat je bent opgehouden met je werk ergens in Nederland. Is geweldig, Freek. Jij houdt Ninotchka hier bezig. Ik neem Chantal mee naar Zandvoort. Morgen vliegt je en dan komt de hele zaak op zijn pootjes terecht. Ja, dan moet Chantal wel opstijgen, want de erevol blijft 3 dagen. Ook in zijn dat tegen Chantal zeggen. Malika, je bent terug. Inderdaad, ik ben terug. Ik was er, ik ben er. Ik kom net binnenpiepen, hè. Ik ben zo gelukkig. Oh, ik ook. Ik moet alleen zo weer weg. Nee. Jammer genoeg. Oh, dan ga ik met jou mee. Dat is uitgesloten. Uitgesloten. Ach, wil jij ons even alleen laten, alsjeblieft? Hij moet weg voor zijn werk. Zeg, hebben jullie al kennis gemaakt? Ja, laat ons even alleen. Hij hoeft ons niet alleen te laten. Ik kan hier rustig blijven zitten. Hij is een hele goeie en een oude vriend van me. En ik moet er trouwens toch van tussen. Aha, u hebt je vrouw Ninotchka al gevonden. Ja, dat zie je toch, Bert. Wat een leuke verrassing, hè, meneer? Ja. Hoe laat wilt u eten? Ik eet niet hier. Maar mijn vriend hier eet samen met Ninotchka. Hé, Poepje? Zonder ja? Ik kom terug zo gauw mogelijk. Dan eet ik niet. Ik deed mijn bad en ik ga op jou liggen wachten. Nou, maar wat je wil, Poepje. Weet je dat ik 3 volle dagen kan blijven? Zo, dat is goed nieuws. Ik vind het geweldig nieuws. Ach, gaat jou het wat aan? Ik leef alleen maar mee. Oh, dat is ontzettend fideel van Freek, hè? Hij leeft mee. Ik ook trouwens, ik leef ook mee. Ja. Ja, jij leeft ook mee. Ja, inderdaad. En jij leeft ook mee. Bedankt jullie allemaal. Nou, kom, Popje. Even een lekker warm badje nemen, hè? Maar voor ik wegga, kom ik jou eerst een klein kusje geven. Een kleine voorschot. Een kleine voorschot is de Rabobank in Kampenlied. Schiet me op, man. Ja, hij heeft gelijk. Wij moeten gaan, hè? Laat lekker. Zo, die zit. Ik moest mij even gaan opduwen. Bent u daar nog? Ja. Hoe vind jij het, Bertie? Ik vlieg morgen pas. Maar wat? Morgen pas? Maar wat? Ja, ik bedoel... Wat moet meneer? Met... Oh, meneer! Wat is er, Bertje? Voel je niet goed? Wat zit ze bleek? Neem een cognacje, Bertje. Een cognacje, ja, dat is het dan. Toevallig in de hand. En wij moeten gaan, Engeltje. Ja, we moeten. Ja, ik heb daarover nagedacht, jullie. Maar ik blijf toch maar liever gewoon hier. Ja, maar waarom nou? Het is dat toch veel gezelliger in Zandvoort. Ik moet nog bij een klant langs ook. Nou, kan ik dan alleen even heen? Dan wacht ik hier wel. Dan kan Freek mijn gezelschap houden. Nee, dat is uitgesloten. Waarom uitgesloten? Ik moet ook even naar buiten, want ik barst van de koppijn. Ja, bon. Dan wacht ik hier wel alleen tot Paul terug is. Zwart, ik vind het hier veel te gezellig. Maar wat ben je nou toch een onmogelijke huismus? Moet jij zeggen? Wij vliegen 100.000 kilometers per jaar. Terwijl jij in je boerderijtje ook als een kluzenaar. Mag ik misschien ook even een usmus zijn? Het was maar bij wijze van spreken. Ja, laat mij dus maar. Maar denk toch eens even aan die heerlijke frisse zeelucht. Wij vliegen op 30.000 voet. Ik krijg genoeg frisse lucht. Ik blijf gewoon thuis. Gaat het dan wat beter, Bertie? Beetje beter, mademoiselle.
Zoveel tegelijk vloog me allemaal even aan, maar de dokter zei al tegen mijn moeder, ze wil wel, maar ze kan niet. Had jij voor vanavond al eten klaargemaakt? Blijft u eten dan? Ja. Nee. Wat had jij voor vanavond te eten? Borst en stroganoff. Wie heeft dat verzonnen? Stond op het programma, kan er niks aan doen. Heb jij dat gevraagd? Borst en stroganoff? Ja. Nee. Het was Freek. Ik borst en stroganoff. En daar ben je toch zo dol op? Borst en stroganoff. Heb jij niks anders? Nee, mademoiselle, maar het is wel origineel Russisch. Oh, maar dat deed ik niet hoor. Dat is veel te zwaar voor mij. Nou, maar dan gaan wij toch gezellig naar Zandvoort. Dan zul je geen spijt meer hebben, Chantal. Oké, ik hoor het aan. Zandvoort dan maar. Ga jij niet mee? Nee, hij blijft hier. Ga jij niet meer mee? Je had ook een stekende hoofdpijn. Die is ineens over. Ja, die is ineens over. Nou, en ik ben blij toe, hè, want ik rammel van de hoogte. Jongens, zwaarlijkheden nog straks, hè. Dag. Mijn tas! Je tas! Jongen, de zenuwen zijn. Geen paniek, blijf kalm. We komen er vanuit. Paniek, kalm. Wat is dat? Een paal barst van de koppijn. Hè? Ja, wat? Een barst van de koppijn. Oh ja, oei! Ik heb een stekende hoofdpijn. Ach, lieverd, ik ga voor jou een aspirine. Mag ik er ook een? Waar heb ik die de laatste keer weer gezien? Hoofdpijn is helemaal weg. Waarom ga je niet even lekker in het bad? Daar komt ze net uit, kaffer. Dan gaan ze weer even lekker in. Ik ben helemaal nog niet in bad geweest. Het water is te heet. Dan heb ik een goed idee. Dan ga je weer in voordat het te koud wordt. Ja, ik zou maar gauw gaan als ik jou was. Want op zo'n boerderij wordt het water razendsnel koud. Is onbegrijpelijk. Ga jij nu weg? Nee, straks. Later. Oh. Veel, veel later. Nee. Nu wij moeten gaan, Engeltje. Ja, ik ben klaar. Tot straks dan. Tot straks, hè. En jij blijft dus altijd logeren, Paul. Ja, wat dacht je dan? Voor geen goud kom ik hier terug. En weet je alsjeblieft niet op. En jij laat me niet alleen, hè, Freek? Nee, ik red me wel. En smakelijk eten, Gerel. Paul, toen nou. Als je nou niet komt, dan ga ik niet meer, hoor. Paulinka, luister eens. Gij is toch veldig heet? Wie? Mijn bad. Laat je bad even afkoelen, hè. Laat je bad even afkoelen. Blaas er even op. Ga je nu weg? Nee, ik kom terug, heus. Maar hij blijft. Freek blijft. Freek? Freek! Freek, waar zit je? Freek! Hij blijft. Tot straks. Nou, voor zoiets moet je toch wel een sterk hart hebben, hè, meneer. U bent mijn kei, hoor. Op uw gezondheid en mijn complimenten. Neem de een, Bertje. Je hebt ons enorm geholpen. Ja, ik geloof wel dat we die verdiend hebben. Neemt u er ook eentje? Ik neem een whisky, ik ben niet zo cognac achter. Oh ja, courvoisier. Ja, ik weet het. Ja. Dat is een dubbeltje op zijn kant, weet je, hè? Oeh, daar gaat hij weer. Ja. Ik kom eraan. Momentje. Hallo, ja? Ja, dat klopt, dat is hier, ja. Boodschap van Miss Mary Lou Hawking. Ja? Ja, ik noteer. Vanwege noodweer. Atlantische Oceaan. Ben ik om 10:00 Schiphol? Bedankt. Nou, hoort u het, hè? Ik heb het gehoord, Betje. Ja, laten we maar kracht verzamelen, want ik zie zwaar weer aankomen. Dat wordt sigaretten uit. En fasten your seatbelts. Proost. Ja, waar doet je tijd? Als jij denkt mee te hebben eraf te geven op Russisch eten... Ik geef helemaal niet af op Russisch eten. Ik zeg alleen dat je van Russisch eten nachtmerries krijgt. In Rusland krijgt niemand nachtmerries van Stroganoff. In Rusland is één grote nachtmerrie. Neemt u allebei koffie? Ik nooit koffie s'avonds, Betje, dat weet je. Daar kan ik niet voor slapen. Ach ja, dat is waar. Ik graag, Betje. Dan zag die Stroganoff met borst wat, hè. Alleen voor meneer. Ik begrijp jou niet. Die Stroganoff was heel goed. Ja, dat zeg ik. Die Stroganoff ligt heel goed zwaar op de maag s'avonds. Ja, moet ook niet op je maag liggen s'avonds. Ik lieg nooit. Miljoenen mensen eten stroganoff. Bewijs dat het heel goed bevalt. Ninochka, als wij nou
verstandig waren, dan hielden we op met kibbelen en dan zouden we vanavond gezellig uitgaan. Bijvoorbeeld naar Amsterdam. Ja, maar naar Amsterdam, waarom? Nou, het is zomaar een suggestie. Alsjeblieft, meneer. En een goede raad. Niet te af laten koelen, warm houden. Bertje, hoe laat geeft meneer gezegd dat hij terug zijn? Nou, hij moest even naar zijn werk, dacht ik. Ik vraag jou niet, ik vraag Bertje. Nou. Veel meer dan meneer hier weet ik ook niet. Meneer Paul moest weg en u weet net zo goed als ik. Je weet wel wanneer hij gaat, maar wanneer hij thuis komt, dat weet je pas als hij thuis komt. Dank je, Bertje. Ja, ik bedoel, hij zegt het vaak niet. Hé, maar mij wel? Ja, ja, dat wel, maar het was heel onverwacht. Onvoorzien eigenlijk, waar of niet, meneer? Ja, het was onverwacht, ja. Zoiets zie je van tevoren nooit aankomen, hè. Het was eigenlijk onverwacht en onvoorzien. Omdat je het niet verwacht, zo is het ook. Ja, ja, juist. Kijk, als je dat van tevoren ziet aankomen, ja, dan zou het niet onvoorzien zijn. Dan zou het... Dan zou het heel iets anders zijn, tuurlijk. Dank je, Bertje, ik begrijp je het. Graag gedaan. Graag gedaan. Uw koffie, meneer. Ik hou hem warm, Betje. Gezellige avond, hè? Hoezo? Nou, Paul de Hort op. Paul naar zijn werk, bedoel ik. En wij samen gezellig hier. Lach nou eens. Weet je dat je eigenlijk erg mooi bent, Ninotchka? Begin dan weer. Alweer? Dacht je dat ik jou niet doorgaat? Onder het eten steeds maar aan mij raken. Onder mijn tafel in mijn gaas, waar mijn gaasgoud zo bij is. Hoe kom je daarbij? Och, kom je. Je hebt me verschrikkelijk de hof gemaakt. De hof gemaakt? Het is het hof gemaakt. Je hebt hof dan, maar je hebt het gemaakt. Schandalig. En in het huis van jouw vriend Paul. Ja, maar dat komt omdat je zo aantrekkelijk bent in die Oscar. Geen excuus. Ik heb een geweldig idee ineens, weet je dat? Waarom gaan we niet even buiten gezellig wandelen, hè? Bertje zei net dat hier een heel leuk dorpscafeetje is. Naar buiten? Waarom niet? Om dit uur. Nou, zo laat is het toch nog niet? Ja, het is bijna donker, je ziet niks meer. Ik hoef toch niks te zien? Ik bedoel, je bent toch mans genoeg om af te wijzen als ik jou de hof zou maken? Ik verbied jou hof te maken. Ja, maar je bent nog zo lief. En daarbij is nog maar een spelletje. Een gevaarlijk spelletje. Toch niet voor jou? Je hebt Paul toch? Daarom! Het zou heel oneerlijk zijn als ik met jou mee ging. Ja, waarom heb je me nou gekust? Ja, per ongeluk. Je hebt me ook de tweede keer gekust. De eerste keer was per ongeluk en de tweede keer om jou zoek te houden. Nee, Ninotchka, dat geloof ik niet. Ninotchka, je moet niet zeuren. Wees nog liever, ga met me mee. Ah, je hebt Gil je koffie nog niet opgedronken. Oh ja, en die moest ik warm houden van Bertje. Ik ben klaar. Zal jij mij dan niet getgof maken? Op het woord van een voortrekker. Eén barreltje dan en dan gaan we terug. Je bent een schat, weet je. Hier dat wel eens laten, mooi herenwoord. Geef me niet kwalijk, ik liep me even gaan. Ik was mezelf. Het was een spontane opbelling. Oh. Ba! Dat zijn geen grappen. Jij wilt mij gewoon verleiden. Jij wilt dat ik even uitga. Goed, ik ga even uit. Maar zonder jou. Maar liever niet Noska, zo heb ik niet bedoeld. Ik praat niet meer met jou, kan je het? Jij bent vies, mannetje. Bent u dan nog dus bijna 10 uur? Ik ben een vieze mannetje. Een vieze man? Wil ze niet mee uit? Nee, helaas, Betje. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar ze wil niet. Vervelend? Dan zult u Amerika ook nog moeten ontvangen. Oh nee, daar begin ik niet aan. Ik heb er genoeg van. Ik ga mijn kamer, ik ga mijn koppers pakken. Oh, dag, Miss Hawkins. Oh, hallo, Bertie. Heerlijk om weer thuis te zijn. Ze lieten ons terugvliegen. We hadden een hiltrip over het Atlantische Oceaan. Wel, ben ik de hele nacht weer hier. Waar is Paul? Die is even weg voor zijn werk, hè? Ja, voor een opdracht. Ja. Oh, I see, maar niet voor lang, hoop ik. Nee, niet voor lang. Nee, dat zeker niet. Hoe is het met jou sinds vanmorgen? Oh, geweldig. Ik heb een hele leuke dag gehad, ja. Oh, het is hier heerlijk. Zo vredig en rustig, vind je niet? Ja, het is hier doodrustig, ja. Beetje saai af en toe. Oh, I'm just back off. Jeez. Doe je even een uniform uittrekken? Aan de overkant gaan. En ook wat aan de overkant? Nee, de overkant nou. Waarvan?
om je uniform uit te trekken. Nee, de kamer van Paul en mij is hier. Ja, dat weet ik, maar Paul heeft deze kamer aan mij gegeven. He did what? Ja, dat deed hij, ja. Hij zei, Freek, je bent mijn beste vriend. En Mary Lou, dat ben jij, die is toch in de United States. Je krijgt mijn kamer, dat is de mooiste. Oh, is that so? Ja, miss Mary Lou, dat is zo. Meneer Paul heeft dat echt gezegd tegen meneer. Bovendien heb ik mijn koffers al uitgepakt. Dan moet jij ze weer gauw gaan inpakken en naar de andere kamer verhuizen. Nee, dat kan echt niet. Het is een beetje moeilijk, ja. Een beetje moeilijk, maar dat kan toch niet zo moeilijk zijn? We zullen moeten wachten tot Paul terug is, hè, ja, Betje? Ja, meneer heeft gelijk. Meneer Paul heeft dat zo beslist uiteindelijk. Beslist? Wat nou beslist? I mean, wie is de baas in huis? De man of de vrouw? De man! De vrouw. Oh, wacht, die wint dat hier. Well, sure. In Amerika deelt de vrouw de lakens uit en de man zorgt voor het geld. Zo gaat het in Amerika. Dus jij gaat naar de advocaat en ik... Nee, we zijn niet in Amerika, hè? We zijn hier in Nederland. En in Nederland deelt de man de lakens uit. Ik deel anders ook aardig wat lakens uit hier. Ik ben ook eigenlijk te moe om daar ruzie over te maken. Zodra ik wat gegeten heb en een kop koffie heb gedronken, dan praten we er nog eens over. En ik heb sterk het idee dat je me gelijk gaat geven. Honey? Huh? Wat heb je te eten, Buddy? Stroganoff. Stroganoff? Eerste klas. Delicious. Met ketchup en kelder. En kappertjes, waarom niet, zeg? Hier kan alles. Enfin. Ik zal maar denken dat u een volwassen vrouw bent. U weet wat u eet. Maar in de keuken. Want dat staat niet in de kamer. Goed dan, naar de keuken. Snel een hapje in het vuistje. Een hapje in het vuistje? Ja, in het vuistje. Uit de keuken. Dus het vuistje? Ja, met kappertjes. Right. Met kappertjes? Kappertjes? Ja, ik bedenk me opeens dat ik morgen naar de kapper moet. En dat is zo'n klein kappertje. Waar ga je toe? Een oog met je maken. Dan ga ik met je mee. Oh nee, ik ga alleen, duidelijk. Maar ik zou op je pas, heb ik Paul beloofd. Ach, zeg maar tegen Paul dat ik even uit ben. Leuke, veilige oppas. Let goed op, heeft hij nog tegen me gezet. Oh. En jij, als Rosinnetje hier in het Westen. Misschien word je wel geschaduwd door de DVD. Mooie manier van opletten heb jij. Met die rare blik in je bruine ogen. Bruine ogen? Ik heb blauwe ogen. Kijk maar. Kijk. Ach, wat doet die tas hier van binnen? Dit is voor mij. Dit is voor mij, ja. Heb jij zo'n tas? Een handtas? Dat is geen handtas. Dat is een schoudertas. Een man met zo'n tas? Dat is heel normaal in Nederland, een man met zo'n tas. Daar heb ik mijn spulletjes in. Als jij een beetje een nationaal gevoel hebt, krijg je een tas van de KLM. Ja, daar heb ik niet zo gauw aan gedacht, nee. Maska. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Geen nationale trots. Wat doe je met mijn tas? Ik vroeg waarom je mijn tas snuffelde. Ik? Ja. Hoezo? Waarom hou je mijn tas dan zo krampachtig vast? Tas? Dat... Oh ja, ik heb je de tas vast, ja. Als je maar weet, Frank, er zit geen geld in. Ik betaal alles met traveler checks. Oh, dat is heel verstandig, weet je. Dat is heel clever van je. Op de Rabobank in Kamp hebben we ook traveler checks. Er zit alleen maar een parkervulpen in. Wat spulletjes voor de nacht en wat wisselgeld. Nee, niet. Geloof me maar. Natuurlijk geloof ik je, Milo. Wat krijgen we nou? Nou, laat mijn tas dan met rust. Nee, maar niet kwalijk. Het ging eigenlijk automatisch, hè. Kijk, ja. die ik wou daar gaan zitten, hè. En toen lag die tas daar. En toen dacht ik, hé, daar ligt een tas. En toen heb ik die tas opgepakt, omdat ik eigenlijk bang was dat ik op die tas zou gaan zitten, zodoende. Dat krijgt toch niemand in zijn hoofd, als hij een tas op de tafel ziet, om dan bang te zijn erop te gaan zitten. Nee, ik vind het ook een heel zwak verhaal, dat geef ik. Oh, mag ik de badkamer misschien gebruiken? Ja, natuurlijk, Mary Lou, doe je thuis bent, hè? Ik ben toevallig thuis. Ja, dat is waar. Amazing! Hè? Wat is dit? Dat is die aeroflot. Dat is mij, Zit er mijn spulletjes in, ja. Nee. Ja. Ah, je kent het wel. Schone ondergoed, een stukje zeep. Maar sokken. Maar wat moet je met die damestas? Er zit mijn contactlens in. Hoe weet je, Freek? Je kan veel beter even onze tassen gebruiken. Niet dat ik anti-Russisch ben of zo, maar die van ons zijn veel praktischer. Die van ons heeft ook een binnenzakje met een wit. Nee, deze hebben ook een binnenzak met een rits. Ja, ik ben erg gehecht aan deze twee Russische tasjes. Mijn grootvader was een hele oude nicht van Tsjechov. Nou, luister, Fink. Als jij zo gek van die tassen bent,
Dan krijg je van mij toch een penhemdtasje erbij. Dat vind ik erg aardig van je, weet je. Ik mag je wel. Je bent tenminste geen doetje. Je hebt nee gezegd en ik mijn kamer in wou. En als je nee zegt, ben je geen doetje. Als je nee durft te zeggen, ben je een man. Op die manier. Vraag jij wel eens af waarom Amerika een grote mogendheid is? Nou, het lijkt me een heel groot land met enorme reserves, hè. Misschien wel onontdekte reserves. Nee, vind ik veel eenvoudiger. Omdat alle Amerikaanse mannen hun leven lang kinderen blijven. Altijd? Sure. Kijk maar naar het Kinsey Report. Bij ons is de vrouw de sterkste, omdat de man altijd ja zegt. Ja. Ja, en door steeds meer te eisen laat zij de man, als ze wil, altijd werken. En als hij niet wil werken, dan scheiden in Reno. Echt scheiding in 14 dagen. Geestelijke wreedheid noemen we dat. En dat betekent dan weer alimentatie betalen. En als hij het niet betaalt? Dan gaat hij de bak in. Dus om dat te ontlopen betaalt hij. En om te kunnen betalen, moet hij werken. En dus produceert hij. En daarom, Freek, is Amerika een groot land. Ja, ja. Arme Paul. Waarom? Nou, jullie gaan er trouwen, of niet? Misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet? Misschien trouw ik toch met een Amerikaan. Omdat dat de enigen zijn die altijd ja zeggen tegen hun vrouw. Dit is Amerikaanse vrouwen. Houden er niet van Amerikaanse mannen? Nee, dat is toch onmogelijk. Hoe kun je nou van iemand houden die er nooit is, die altijd werkt? Ja, ja. Wij in Kampen zeggen dan toe maar, mijn jongen. Hé, hey, ik zeg dat nog eens. Wij in Kampen zeggen dan toe maar, mijn jongen. Nog eens? Waarom? Omdat je mond net op die van Steve McQueen lijkt als je dat zegt. Ja, heus. Kom op, ik zeg het nog eens. Ja, dat is een leuk, vind. Mm-hmm. Tjoe, ma mignon. Precies. 2 druppels water. Heus? Ja, heus, kom op, ik zeg het nog eens. Nog eens? Let op. Tjoe, ma mignon. Precies. Of Paul Newman. Ik geloof dat je hem nou een beetje in de maling neemt, toch niet? Nee, heus, nee. Ik bezweer het je. Zeg, heb je wel eens een Amerikaanse gezund? Ik, hè? Ja? Nou, die gelegenheid heeft zich in Kampen nooit voorgedaan. Jammer. Wij zijn zeer zakelijk, ook in liefdesaangelegenheden. Heus? Ik zal het je laten zien. En? Wat en? Hoe vind je het? Zeer zakelijk, ja. Verbluft over de perfecte techniek. Nou, ik had niet op gerekend, ik was niet op ingesteld eigenlijk. Oh, I see. Wil je er nu dan even op rekenen? Ga je het nog eens doen? Zeg alleen wat je vindt van mijn techniek. Ik ben geen expert. Ja, is interessant. Ja, maar je gaat elkaar toch niet zomaar zitten zoenen? Ik bedoel, het is toch geen film? Come on, het gaat er gewoon om de techniek. Kijk, ik wil een objectieve mening. Paul houdt van mij en ik van hem. Hij heeft geen vergelijkingsmateriaal. Maar wij kunnen elkaar gewoon technisch kussen. Uh-huh. Ben je klaar? Ja, ik zou zeggen, ga je gaan naar jou, hè? Wat vind je van deze? Ja, ja. Beter dan de eerste keer, ja. Oh, mooi zo. En de techniek? Niet slecht, niet slecht. Hij begint te komen. Daar gaat hij weer. Ja, dat is een hele goeie, weet je dat? Die bewaren we. Hey Frank. Ja? Zeg het nog even. Toen maar, mijn jong. Uh-huh. Nou, beter we niet. Toen maar, mijn jong. Toen maar, mijn jong. Toen maar, mijn jong. Paul Newman, Steve McQueen. Toen maar, mijn jong. Frank, wat doe je nou? Ik ben even aan het oefenen. Ben je klaar? Daar gaat hij. 1, 2, daar komt hij hoor. Toen maar, mijn jong. Nee, ik kan hem niet geven. Nee, Lou. Gaan we niet een beetje te ver? Waarom? Het is toch zuiver technisch, dus geen gevolgen? Geen gevolgen? Je heeft er ook helemaal geen zin. Het is toch een leuk spelletje. Tijdverdrijf. Tijdverdrijf? Ja, als je met iemand bent waar je niet van houdt, dan kan je toch niet de hele avond mensen erg in niet blijven spelen? Ik ben erg goed in Monopoly. En dan jouw mond. Zal ik nog eens? Toe maar, mijn jongen. Hallo,
Jij bent hier niet. Jij bent in New York. Hey Paul! Spannend, hè, vandaag? Ja, sure, darling. Sure. Ik heb je laten bellen. We hadden noodweer. Noodweer? Ook dat nog. Maar waar was je? Bij klanten opgehouden door zaken. Je doet zo onrustig? Onrustig? Ik? Hoe kom je daarbij? En hoe staan de zaken hier? Perfect. Oh. Mooi, geen... Nee, absoluut helemaal. Ah. Freek en ik waren net een beetje... Een beetje aan het babbelen. We hadden het over jouw stamboekvee. Ja. Je was er niet, Paul. Nou, dat is maar goed dat ik er ben, hè? Ja, leuk dat je er bent. Zeg, hoe leuk ik het ook vind om jullie gesprekje te moeten onderbreken. Maar wij moeten nu toch echt naar Zandvoort. Wij, wat leuk. Nee, Kaffer, Mary Lou en ik. Naar Zandvoort? Ja, zomaar opeens gekke inval. Ja, dat vind ik een heel leuk inval. Ja, is toch leuk voor de verandering, hè? Nou, om je de waarheid te zeggen, ik ben wat moe. We kunnen toch gewoon hier blijven? Ik neem een bad en we gaan naar bed. Trouwens, verandering hebben we al. Want jij hebt onze camera aan Freek gegeven. Oh ja? Slapen wij bijvoorbeeld, hier? Nee, Paul. Ik herinner me opeens dat die kamer niet gebruikt kan worden. Waarom niet? Jij hebt toch tegen Bertje gezegd dat zij daar vannacht kon slapen? Oh ja, natuurlijk ja. Bertje? In plaats van de eigen kamer? Waarom? Nou, ze wilde ook wel eens wat anders. He, jij reist per slotverrekening altijd maar, dus je begrijpt dat Bertje ook wel eens wilde reizen, al was het maar gewoon hier in huis. Maar waar had jij er geslapen als ik niet was teruggekomen? Daar. Daar. Heeft meneer me niet meer nodig dan? Je hebt Bertje niet meer nodig. Nee, dankjewel, Bertje. Oh, Bertie. Heb je deze kamer al in orde gemaakt? Nee. Maar waar slapen wij dan? Want Freek heeft onze kamer. Oh, is dat de nieuwe indeling? Nou, daar dan. Dat is een heel rustige kamer. Maar we gaan toch niet met jou op één kamer, Bertie? Hoezo met mij? Omdat jij daar slaapt. Ik slaap daar niet. Ach, kom nou. Je hebt het me verdorie zelf gevraagd. Nee hoor, helemaal. Wel waar voor de verandering. Weet je dat dan niet meer? Nee. Kijk eens zelf. Zonder zelf bij. Hij stond erbij en hij keek er maar. Maar nee. Oké, Bertje. Ik begrijp niet waar jullie zo moeilijk over doen. Ik zal je even een handje geven. Handje geven, zegt ze. Handje geven. Handje helpen bedoelt ze dat. Het is kort Amerikaans. Die kamer staat vol koffers. Ja, die zijn van Betje, die schrikken op reizen, ja. Ja. Oh, ja. Ja, wacht eens. Nou herinner ik het me weer. Ik zou daar slapen. En het zijn natuurlijk mijn koffers. Waar is Chantal? Is de jammer in Zandvoort? Ja, daar waren we ook, maar die begint bij haar een scène te maken in dat nieuwe bistrootje. Ze had nog geen hap door de keel of ze staat op en ze smeert hem. Ah. Ik achter eraan de straat op maar wegwassen. Nou, dan ben je mooi klaar mee dan. Ja, en Ninochka? Die zegt een ommetje maken. Oh. Nou, het enige wat we dus moeten doen is Mary Lou zo ver zien te krijgen mee naar Zandvoort te gaan. Ja, dat geloof ik een tik van jou, hè, het Zandvoort. Weet jij wat beter? Nee. Hij komt Chantal hier terug, dan ben ik er niet en jij weet nergens van. Ik weet dus nergens van. Hmm. En als Ninochka terugkomt... Nou, dat zien we dan wel weer, hoor. Ja, dat zien we dan wel weer. Ik zit wel het boel mooi te regelen, Paul. Ja, sorry, Freek. Ik krijg er zo langzamerhand wel de zenuwen van en jij zegt... Nou, ik heb gelukkig nogal sterke zenuwen, ja. Maar ja, zoiets maak je op de Rabobank in Kamp natuurlijk nooit mee. Voor elkaar, darling. Heet niet voor niets de rustige kamer. Oh, maar dat is nog niks bij aan zee vergeleken, hoor. Wat is dat? Dat is de wie? Dat is de buitendeur. De buitendeur? De buitendeur. Dat is lang geleden dat ik in die kamer ben geweest. Waar is hij? Wie? Waar is Paul? Mogen we het even opzoeken? En wat Paul, wie stond met jou in de Zandvoort? Wat is er nou aan de hand eigenlijk? De hele tijd in dat bistrootje zat hij maar te zeuren hoe eerlijk het was aan zee. Net alsof hij ze verbergen had. Wat heeft Paul nou te verbergen, Chantal? Maar juist daarom, dat weet ik ook wel. Ik ken hem toch. Oh, maar het was maar doorzeuren. Het maakte me dol. De zee. Nee, Chantal, Chantal. Wat? Dat is mijn kamer. Ja, natuurlijk. Ik ben ook zo in de war. Wie niet? Ik ben bek af. Ik heb niet eens afgegeten. Ik ging even naar buiten voor wat frisse lucht. En toen ik weer terugkwam, was hij weg. Misschien is je ook wel even naar buiten gaan voor wat frisse lucht. Misschien was je ook een beetje in de war en had hij last van gekte. Maar hij houdt waanzinnig veel van je, dat weet je toch? Ja, oh ja, maar ik houd ook van hem.
Die dingen zal ook nooit gebeuren als ik hier voor altijd was, hè? Als ergens in eentje zit en ik op het andere eind van de wereld, dan maak ik mij soms echt zorgen. Dan vraag ik me af wat hij doet. Ja, daar heeft hij je benen zand voor genomen, zodat jullie een beetje tot jezelf konden komen, hè? Het zat ook veel simpeler, zouden zij gewoon met mij trouwen. Dat zou de beste oplossing zijn, natuurlijk. Alhoewel... Dat vind jij toch ook, hè? Ja, natuurlijk, Chantal. Nou ja, als wij getrouwd zijn, dan komt alles wel op zijn pootjes terecht. Bon verra. Kees, Sarah. Sarah, ik ga naar bed, bon lief. En wat doet die tas hier? Eigenlijk wat? Oh, schrijf, er zitten spulletjes in. Je kent er wel een schoon stukje zeep. Ik bedoel, een stukje ondergoed, pas hokken. Kan idee. Is er niet verboden of wel? Nou, absoluut niet. Het is heel normaal voor een man in Nederland met zo'n tas, wat denk je wel? Ik denk niks. Bovendien, het staat charmant. Leuk bij jouw haar. Ik ga slapen. Oh ja, als je Paul ziet, hè, zeg hem dan dat hij al bij mij komt om het goed te maken. Dat zal ik zeggen tegen de weg. Als we hem zien. Oké. Bonne nuit, Freek. Bonne nuit. Nou, Paul, darling, wat moet we er een godsnaam in Zandvoort als we het hier zo gezellig hebben? Zou jij dat nou eens tegen hem? Ik wou er hier even buiten blijven. Maar het is daar veel gezelliger en je zal het er enig vinden. Nee, schat, ik blijf in de rustige kamer, nou ik in bad. Wie kwam er binnen? Chantal. Waar is ze? Verdomme, wat is ze nou? Ik weet het niet meer. Oh, daar, ja. Wat moeten we nou toch in hemelsnaam doen, Freek? Dat gaat toch zo niet verder? Niet om vol te houden, zeg. Geen paniek, blijf kalm, we komen er wel uit. Ja. Luister eens, het is nu tijd om na te denken. Tijd voor bezinning. Tijd om de teugels in handen te nemen. Paul, luister. Ninotchka of Mihilou kunnen elk moment binnenkomen. Dus, we hebben Chantal. Zo, ben jij daar? Leuk om mij zoveel streek te maken. Ik, ja? Ja, maar ben ze de steek laten. Nou, jij bent weggelopen. Ik ben teruggegaan naar die bistro. Toen was jij er niet meer. Maar zo tekeer te gaan om een nachtje aan zee. Tekeer? Ja, jij gaat tekeer. Heb ik daar zo'n eerlijk huis voor hier? Moet ik in Zandvoort gaan slapen? Jij hebt me wat moeten verstoppen of zo. Sst, engeltje, wind je niet op. Ik wind wel op. Niks, dus ik wil me niet verstoppen. Jij zeker, jij schaapje, omdat je niet bij mij getrouwd bent. Nou, maar dat komt, engeltje. Je bent mijn verloofde, heus. Dat zweer ik je. Ik ben jouw maîtresse en daarom maak je... Maîtresses moeten mond houden. Nou, zo'n scène te maken waar kleine Freek bij is, hè? Freek. Wat denkt Freek er eigenlijk van? Hallo? Chantal, ik meng me in principe nooit in de liefdesaangelegenheden. Ik ben er even niet, hè? Voilà, hij zegt het. Liefdesaangelegenheid. Nou, voor liefdes kan je niet, daar ben je trots op, openlijk. Akkoord, akkoord, maar doe nou kalm nou, alsjeblieft. Oké, ik ga mij kalmeren. Ik ga een bad nemen. Nee, dat kan niet. Waarom niet? Waarom niet? Jij wordt namelijk net in bad. Ik wou in bad. Ja, je wordt er net in piepen. Dan gaat hij maar nou mee. Nee, dat brengt ongeluk. Ja, dat brengt ongeluk. Hij is onze gast. Hij moet eerst. Hij kan mij toch best even eerst laten gaan. Nee. Nee, hier is de domste beurt. Ach, wat zijn Hollandse mannen toch? Galant, werkelijk. En jouw vriend helemaal. Ja. En jij laat het allemaal maar zo. Assuntelen. Een stuk beter na. Kom je, Henny? Ik kom, darling. Zometeen. Laat me niet zo lang wachten. Ik heb een vermoeiende dag gehad. En ik anders. En de dag is al lang niet om. Moet je nog veel doen? Nou, even een paar kleine dingetjes nog. Right. Niet te lang, hè. Good night, Paul. Good night, darling. Night, Frank. Tjoe, maar mijn jong. Zeven mijn laatste kamperuien, ja. Leuk, hè, zo'n meisje zo uit het bad. Zie je weinig op de Rabobank in Kampen, ja. Ja, Mary Lou is perfect. Ja, maar ik vind Ninotchka toch de leukste, Paul. Daar ben ik erg aan gehecht in jouw erelvlot. Oh ja? Ja. Nou, ik persoonlijk ben het meest op Chantal. Ze zijn alle drie eigenlijk even leuk.
Maar ja, we hebben nu geen tijd om ze cijfers te gaan geven. Weet je wat je doet? Je gaat Chantal halen, zegt dat de badkamer vrij is en dat ik mijn beurt opgeef. Freek, doe jij dat maar. Controleer ik de badkamer intussen. Okidoki, Paul. Okidoki. Stand by. Wat is er? Ik ben het, Freek, Chantal. Ja, wat is er? Jij mag het eerst in bad. Dat hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Alles kits. Alles kits. Dus jij bent van gedachten veranderd? Nee, luister nou, we wilden een geintje uithalen. Alleen maar om te zien hoe jij erop zou reageren, dat is alles. Nou, dat heb jij dan gezien, hè? Nou, en of? Nou ben je nou niet meer boos op ons. Ja, als we geen geintjes omhoog uithalen, kunnen we net zo goed naar huis gaan. Waarom heb jij me niet gezegd dat het een grapje was? Ja, dat is toch heel eenvoudig, Chantal. De Fransman zegt het al. Honi zwans, die malipans. Als jij van tevoren had geweten dat het een grapje was geweest, dan was je toch niet boos geworden. Vond jij leuk dat ik furieus zou worden? Vond jij jouw club mij furieus te maken? Ja, ik vond het leuk. Omdat hij het leuk vond. Maar... omdat ik furieus ben? Ja. Nee, ach, Chantal. Zeg niet dat het niet zo is, hè? Ik bied je mijn excuses aan, Chantal. Ik ook. Ach, je bent een engeltje. Hallo, Chantal. Ben je nog niet meer boos? Weet je, Paul, ik vind dat wij maar snel moeten trouwen. Tuurlijk, schat. Kom voor de boulanger. Vind jij ook niet? Ja, nu meteen. Voilà. Zeg, Freek. Ja? Waar bemoei jij eigenlijk mee, hè? Met die oude boulanger? Nee. Ik moest even vragen voor mijn mening, Paul. En dan geef ik mijn mening. Ik mag er wel een beetje een mening hebben, of niet? Weet je, Paul, wij zien dingen in jou die jij zelf niet eens ziet. Dingen? Jij bent helemaal aan het huwelijk toe. Zo trouw is. Jij bent het prototype van een volmaakte ekknoot. En weet jij waarom? Omdat jij dood eerlijk bent. Paul, dan ben je te voet uit, weet je dat? En daarom altijd van jou. Oh, jij zult zien hoe gelukkig wij zullen zijn. Nou, maar dat zijn we toch eigenlijk al. Oh, een dokskatje, jij zult zien. Als wij getrouwd zijn, dan zal jij het verschil merken. Een enorm verschil. Zo'n dag als vandaag, hè, daar ga ik gewoon kapot aan. En jij zit er maar totaal ontspannen en rustig bij. Ja, Paul, dat is een teken van een sterk geestelijk evenwicht. Kijk, dat is nou het voordeel als je in kampen geboren bent. Dan sta je met allebei je benen op de grond. Vertrouw op de Heer. Maar als ik jou was, met jouw harem, zou ik me liever op mogen met vertrouwen. Die is gewend aan dat soort dingen. En als je wilt helpen, moet je het nu doen. Waarom? Kijk maar. Wie ben jij? Ben jij het engeltje blij je te zien? Paulienke, ik moet je iets vertellen. Ja, natuurlijk, maar wat is er met je? Je ziet zo bleek. Is er de hand in ons, schat? Ja. Ga even liggen. Ja, ga even liggen in onze kamer. Ik wil niet naar onze kamer. De keuken. Nee. De eetkamer. Nee. Paulienke, ik ben niet eerlijk geweest. Jij niet eerlijk? Nou, kom. We jokken toch allemaal wel eens een klein beetje? Ja, dat is waar. Hou je mond, je bent die schuld van alles. Ik? Hey. Ik ben erg op jouw vriend gesteld, Paulienke. Op hem? Daarom moet ik met jou praten. Nou, dat is toch fantastisch? Ik ben ook erg op hem gesteld. Hij is een hele goede vriend van me. Maar ik ben anders op hem gesteld dan jij. Anders? Maar hoe dan? Ik ben op jouw vriend meer gesteld dan op jou op dit ogenblik. Hou je mond. Jij bent nergens van. Ja, hou je mond. Bemoei je er niet mee. Neem me niet kwalijk. Ik dacht dat ik er iets mee te maken had, maar ik kan zeggen... Ik heb hem gekust. Zij heeft jou gekust? Ja, Paul, dat ging per ongeluk. Alleen de eerste keer. Alleen de wat? Ik hou van hem, Paul. Van mij? Hou jij van mij? Ja. Van hem? Van dat boertje van Buten? Dan moet je eens goed luisteren, mijn jong. Paul. Nou, het komt wel een tikkeltje onverwacht. En vreemd vind ik het wel van je, Freek. Paul, ik moet er echt niks aan doen. Paul. Nee, dat is waar. Ik droog hem om de gas omdat ik dacht dat jij het was van achter. En toen wou hij mij weer... Ja, zo is het gegaan, Paul. Dat kan ik echt niet ontgeven.
En ik vond het fijn. Ik hou van hem, Paul. Hou jij van haar? Als je het zo wilt stellen, ja. Echt waar? Echt waar. Goed! In dat geval wil ik jullie geluk niet langer in de weg staan. Hartelijk gefeliciteerd, kerel. Ja, vindt het niet erg? Mijn hart is natuurlijk gebroken. Maar per slot van rekening is het een oud dienstmakkertje van me. Nou, wat moet ik zeggen? Je hoeft niks te zeggen. Geef er een zoen op de babbelaar. Het zal mij troosten. Niet Oscar. Nee, ja. Niet Oscar. Mij niet Oscar. Voilà. Oh, pardon. Wie is dat? Zeki. Wie is dat? Paul, stel ze van elkaar voor. Ik moet even in de gang zijn, hè. Er ligt een droppie. En die deur moet geschilderd. Oei. Mag ik jou even voorstellen? Zij is Freek's verloofd. Ja, zij is Freek's verloofd, ja. Gefeliciteerd met Freek, hè. Zeg, wie is eigenlijk Freek? Oh, Freek. Gefeliciteerd, Freek. Hartelijk gefeliciteerd, kerel. Ik ben zo in die wolken. Kan ik mij voorstellen, mademoiselle? Hm? Tja, u vliegt ook? Ja. Aeroflot? Inderdaad, Aeroflot. Oh, ik heb Frans. Ach. Is dat toevallig? Oui. Très enchanté. Ook net binnengekomen. Ja, net binnengekomen. Collega's dus? Oui, collega's. Maar hoe komt u zo hier op dit uur van de nacht? Nou kijk, ik kwam hier... nou kijk, ik... Kijk, ik... Precies, daar kwam ze voor. Ja. Jij hebt mij niets verteld van jouw verloofde. Ik heb niks te vertellen. Ah. Jij bent de stiekem... Nou, oh, dat is net gebeurd. Ja, net op dit moment. Nog geen 5 minuutjes geleden. Maar ze vindt, ik ga in de badkamer, neem een bad en 1, 2 op. Jullie zijn verloofd. Ja, 1, 2 op verloofd, ja. Speedy Gonzales. 1, 2 op verloofd, ja. En waar heb je Speedy ontmoet? Hier. Hier? Dus u bent gegaan midden in de nacht naar uw verloofde, zonder dat u wist dat hij er was. Want u kende hem nog niet. Nou, niet helemaal. Oorspronkelijk... Mooi, mooi, mooi. Zo is het voorlopig wel voldoende, hè? De volgende keer vertellen jullie maar je hele levensgeschiedenis, meisjes. Het belangrijkste is dat die 2 verloofd zijn, hè? Nou, bon, nogmaals mijn gelukswensen dan. Merci, mademoiselle. En ik hoop dat u net zo'n leuke man vindt als Freek. Oh, maar ik heb al zo'n leuke man gevonden. Niet waar, Cherie? Inderdaad, inderdaad. Wat? Paul is mijn verloofde. Wat? Nou, dat is een tikkeltje ingewikkeld om uit te leggen. Ja, kijk, is een beetje laat op de avond, hè, Paul? Oh, met die verloofde van Paul? Mais bien sûr! Nou, maar Chantal, dit is nu toch echt niet het moment om daarover te gaan discussiëren. Nee, die nog even zo. Ik moet jou iets vertellen wat ik helemaal vergeten ben je had te vertellen. Wie zei dat het disconto van de Rabobank verleden week met 2% gezakt is? Hou je mond. Het klopt niet helemaal. Ik was erg verlof met Paul. Kom aan. Jij was eerst verloofd met Paul. Wacht, 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 wacht. Ik zal het uitleggen. Voordat ik met jou verloofd was, was ik met haar verloofd. Nou, en toen? Nou, en toen merkte ik opeens dat zij van mijn vriend Freek hield. Ja, zo is het gegaan, Paul. Dankjewel. Ja, maar daarvoor kende ik hem nog niet. Was daarna? Niets daarvoor. Niets daarna. Voorbij is voorbij. Jij houdt van Freek en dat rook ik gewoon, hè. En toen ben ik met haar verloofd. Met wie? Met jou. Dus je hoeft je niet gepasseerd te voelen. Door haar. Door wie? Door haar. En toch begrijp ik het niet. Het is zo helder. Als glas. Als matglas. Oh. En ik zo stom om mij schuldig te voelen. Dat Russische schuldgevoel ik altijd. Ja, al die tijd verloofd was. Maar Paul is altijd mijn verloofde geweest. Tenminste, dat neem ik aan. Anders ben jij een leugenaar. Ja. Een leugenaar? Wat zal ik zeggen? Nou, zeg jij nou eens wat voor mij, Freek. Nou, zie je wel, Freek zegt het ook. En die kent me, die begrijpt me. Ja. Mijn beste, mijn oudste vriend. Ik begrijp niks. Ja, maar het is zo helder als glas. Ja, leg het me dan eens uit. Ja, maar er valt niets uit te leggen, popje. Zeg alleen maar ja of nee. Ben jij met Freek verloofd? Ja. Mooi. Ben jij met Ninoshka verloofd? Dat wil zeggen. Ja of nee? Jo. Nou, wie blijft er over? Ben jij met mij verloofd? Ja, toch? Niet? Ja, toch wel. Nou, dan zijn we er toch. Jij bent verloofd, ik ben verloofd, zij is verloofd. Jullie zijn verloofd. Bertje? Bertje is niet verloofd.
spreken. Dat kan niet, ik ben u net even verloofd. Nee, nu onmiddellijk. Nou, wie is hier nou eigenlijk de baas, hè? Nou, ik kan dan niet midden de nacht met Bertje ruzie maken. Inderdaad, niet ruzie maken met Bertje. Ja, de dames kennen elkaar. Ja, zij is Freeks verloofd, hè? Zo helder als glas. Ja, Betje, dat is mijn verloofde. Uw verloofde? Maar dat is snel. Ik heb het altijd gezegd, u bent een kei. Mijn vader was een hunnebed. En Betje, Betje, dit is mijn verloofde. Ja, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Ik ben bek af, ik val om van de slaap. Ah, ik kom zo bij, Engel. Kom ja maar de trussen zeggen, Freekje. Het mag niet. Geweldig, Ninochka. Bonne nuit, Chantal. Dobri nochi, Ninochka. Tot morgen. Gezellig kletsen. Wie, tot morgen. Gezellig. Waar ga jij naartoe? Ik ga weg. Ik zeg op. Wat? Ik ga weg. Ach, dat kan toch niet? Dat kan heel goed. Nou, blijf alsjeblieft. Nee. Dan krijg je opslag. Hoeveel? Dat zien we wel. Morgen. Nee, nee, dat zien we niet wel. Minstens 40 gulden. Nou? 30. Afgesproken. Ja, maar je kunt toch niet zomaar opeens... Ach, wat een leuk hoedje. 40 gulden, afgesproken. Alhoewel, zelfs met zo'n opslag, het is langzamerhand geen doen meer voor me. Al die vrouwen... Bertje, dat is afgelopen, ik zweer het je. Zeg, wanneer was jij in Thailand? Die stond hier nog. Kom je nou eindelijk naar bed gaan? Ik kom daar... Als ik u was, zou ik mijn gele trui maar aantrekken. Ja, zo is het wel goed, hè, Bertje? Och, sorry, vis. Ik heb nog een brief voor u. Hallo? Lees hem even in je kamer. Nou, schat, ik lees het hier. Nee, lees hem even in je kamer, meneer. Als krijgen we allemaal compilaties te hebben. Nee. I don't believe it. I don't believe it. She do not believe it. 50 gulden of ik smeer hem. 50 gulden, afgesproken. Oh, nee. That's fantastic. Wat? Oh, Paul, ik ben zo verliefd. Dat weet ik toch. Maar niet meer op jou. Nee. Nee, schat. Ik bedoel, ik vind je erg aardig. Maar dat kan toch zo niet doorgaan. Ik ga weg. Gaat u weg? Ja. Dan blijf ik. Ik heb in de tijd iemand ontmoet op de lijn New York-Mexico. Iemand die eerst miljonair wilde worden voordat hij met me trouwde. En nu is hij rijk en hij wacht op me. Zeg, luister jij eens even. Maar dan had je dus een verhouding met twee mannen tegelijk. Nee, schat. Oh, gelukkig. Drie. Drie? Dit komt mij bekend voor. Ik had een verloofd in L.A., maar die laat ik nou maar schieten. Waarom? Waarom? Wel, omdat ik trouw met degene die het meest te bieden heeft. Maar je kunt me toch niet zomaar verlaten midden in de nacht? Oh, quite simple, honey. Hij gaat ondertussen om 12 uur. Bij aankomst meld ik me stewardess af. Ik ben geboren voor een burgerlijk, huiselijk leventje. I'm very sorry. Dear Paul. Very sorry, dear. Dus, laten we het even goed afspreken. Wanneer af heeft u nog één verloofde? Chantal. Ja, Bert. En u neemt toch echt die Russische, hè? Ja, Bert. Nou, goed. Al heb ik dan geen miljonair, ik neem die 60 gulden opslag. 60 gulden? 60 gulden. Dan blijf ik. Hoewel ik me wel afvraag wat ik in mijn hoofd haal. 60. Moet jij erom lachen? Jij niet dan. Dan zit je uiteindelijk toch met één enkele vrouw, Paul. Gut, ja. Ja, dat is waar ook. Ja, eerlijk gezegd, Freek,
lucht het me wel een tikkeltje op. Zo. Kom jij mij niet wensen wel te rusten? Ik kom zo bij je, Engel. Oké. Het is wel een schatje, hè? Ja. Ja, op die andere twee was ik ook gek. Maar haar aanbid ik. Freek! Ik kom dan. Hallo, darling. Ik ben zover. Ik zal van tijd tot tijd in je denken. Bye, Freek. Leuk je te ontmoet hebben hier. Goodbye, Mary Lou. Het gaat je goed in je verdere leven, hè? Hey, Freek. Zeg het nog één keer. Het gaat je goed in je verdere leven, hè? Dat andere. Bye, darling. Zeg, zoen jij haar ook al? Zeg, Paul, zeg jij het nou eens? Wat? Doe maar, mijn jong. Doe maar, mijn jong. Nog eens. Doe maar mee, jong. Nee, je lijkt niet op Steve McQueen. Hallo. Hallo. Dat ben ik. Ben jij dan? Dat is hem. Wie? Jan Willem, mijn vriendje van Schiphol. Ah, ja. Nee, dankjewel, Jan Willem. Hartelijk bedankt dat je aan me gedacht hebt, maar ik ga trouwen. Uit India. Nee, dankjewel, Jan Willem. Al had ze een rode punt, ik weet niet waar, dan zou ik nog op geen enkele manier... Een ogenblik, Jan Willem. Je weet niet waar je aan begint. Noteer nou de gegevens. Een ogenblikje nog, Jan Willem. Denk nou toch na, man. In de Hindoe staat ze met een rode punt, gooi je toch niet weg. Huh? Beter meeverliggen, zon belegen. Hallo, Jan Willem, ben je er nog? Nee, niet voor mij, maar voor een vriendje van me, kan dat? Ja, ik zal hem jezelf even geven. Het feestvarken. Jij is in. Dankjewel. Ja, met de Rabobank. Hé, met Freek Hoeslag. Freek Hoeslag, ja, de vriend. Ik hoorde dat er een Hindoestaanse met een stip is binnengekomen. Huh? En ook nog een Italiaanse. En een Engelse. Eén moment, even de gegevens noteren. Blijf je even aan het toestel? Ja. Ja, ik noteer. Ik wacht nog steeds. Lieve moeder. Ik moet jou zeggen, Frederik Schok, nou ik jou ken. Ik kan niet meer slapen voordat jij me hebt gezegd weltrusten. Weltrusten, Inos. En ik wil ook niet meer wakker worden voordat jouw blauwe ogen hebben gezegd mij. Dobre dien, goedemorgen. Mai, Jobrit. Vanaf vanavond dus wacht ik op jou om in te kunnen slapen. Bent u er nog? Ja, u zat even in de laas, sorry hoor. Nee, nee, ik zie er toch maar vanaf. Ja, vandaag niet nodig. Nee, ik heb nu een vrouw ontmoet, ik kan niemand tegenop. Maar nu ik je toch een leider mag je nooit... Hallo? Verbroken. Des te beter. Hier, een flesje prik om bij te komen. Dankjewel, ouwe sober. Weltrusten, maatje. Maak er een lange nacht van mee. Zeer zeker zonder Wim, jong. Nee! Verrek! Lag ik bijna in Rusland. Daar ligt jouw toestel. Pak je hem? Ja, ik pak hem. Met de Rabobank. Ja, oh meneer, voor mij. Ja, meneer Jan Willem, we werden net verbroken. Ik had u nog eens willen vragen. Gaan er ook rondvluchten vanaf Schiphol? En als ze dan boven het IJsselmeer vliegen, gaan ze dan ook boven Kampen? Dat is een heel leuk plaatsje. Oh, je maakt een grapje. Ook daar zie ik je morgen. Ja, daar ben ik op Schiphol. Ja, tot, ik zal ze... Daar, zal ik doen. Ja, daar. Wat moet jij nou telefoneren, lievertje? Wij maken morgen een rondvlucht boven het IJsselmeer. Wat romantisch. Laat ik jou vanuit de lucht mijn Kampen zien. Ons Kampen. Ons Kampen. Met de Rabobank.
Nee, wat ga jij geen. Eén ogenblikje, hè. Maar die Notchka, we zou... Zeg je mama wel rustig, geef je kussen. De liefde is een ernstige zaak. En ik heb mijn lesje geleerd. Dat brengt uit Frik, ja? Dat weet je als je dat. Ik heb mijn lesje geleerd, mon amour. Trouw is een ernstige zaak, dus geduld totdat wij gaan trouwen. Bonne nuit. Bonne nuit. Goedenavond. Goedenavond. Jij ook al? Ja, ook die zak gehad. Wat doen we nu? We bepraten ze wel. Ja, mooi. Maar we slapen bepaald. Ah, dat weet ik niet. We zien wel. Daar. Samen. Of met Bertje. Daar. Presenteer. Geweer. Koppel aan de hoei. Vooruit. Aan links. Hey, twee, drie, vier. Hey, twee, drie, vier. Spijt me, Willem, maar jij bent er niet. Wat zeg? Jij bent er niet. Laat me nou eens aannemen dat ik er niet ben. Tegen wie sta jij dan zo te schreeuwen?